Beste vrienden van Twee Man en een Paardenkop, van harte welkom bij de zesde episode van onze podcast. Voor eerst, Louis, onze oprechte excuses. Die zijn wel op zijn plaats, denk ik. Ja. Dus ja. Ik ga het ook zeggen, oprechte excuses. Ja. Nee. Sorry. Mea culpa, mea maxima culpa. Nuestra culpa. Ja, eigenlijk wel. Het is ons beider schuld dat we zo lang niks hebben uitgebracht. Het is nostra culpa. Ja, dat maakt niet uit. Als we het niet hadden verbeterd, had niemand het geweten. Sorry. We zijn druk geweest met van alles en nog wat. Ja. En niet met de podcast. Nee. Dus waarvoor onze excuses. Mm-hmm. Maar, Louis, we gaan wel een eindsprint inzetten voor het laatste deel van het jaar. Ja. 2022 was van ons en we gaan het ons nog eens toe-eigenen. Omdat we nu toch de komende dagen en weken met een paar straffe dingen gaan komen, denk ik. Ja. We weten het nog niet, maar we hopen het althans. En ja, ik denk wel dat wat gaat goedmaken. Hè? Ja, inderdaad. We hebben gesproken van een van de strafste organisatoren. We hebben gesproken van een van de strafste ruiters. En ook mea culpa of nostra culpa, maakt niet uit. Eindelijk ook een dame in Twee Man en een Paardenkop. Ja. Een schuld die we hebben openstaan, die we gaan aflossen. We hebben ook een schuld openstaan bij Thomas Senne. Hij was de man die reageerde. Het was actionbreaker in Beervelde. Is die Senne Thomas? Dat weet ik niet. Ik denk het wel. Ja, maar dat is niet zo erg. Oké, sorry. Thomas Senne of Senne Thomas? Wel, of van Senne en Thomas? Multi-inzetbare naam. Ja. Thomas Senne of Senne Thomas. Mm-hmm. Laat het alsjeblieft weten in de comments of het Senne Thomas of Thomas Senne is. Waarvoor dank trouwens. Onwaarschijnlijk veel reacties hebben we gekregen. Zeer interactief. Mm-hmm. Ook de mensen die hebben gereageerd, hoe lang ze hebben gekeken. Ja. Of in hoeveel keer. Dat heeft wel gewerkt, hè? Het is niet normaal hoeveel mensen hem in één keer hebben uitgekeken, de podcast met Harry Thewes. En hoeveel mensen dat er twee of drie keer luisteren. Dat is abnormaal. Daar schrik ik zelf altijd van, dat mensen naar mij komen en zeggen, het was zo leuk, ik heb het twee of drie keer geluisterd. Ja, wie wil er nu ons in godsnaam twee of drie keer horen? Dus gaat dat wel waarschijnlijk over de gast gaan. Ja, maar daar neem ik ook vrede mee. Ja. het heeft wel wat teweeg gebracht, Harry Thewes. Abnormaal. Ons doel ooit was om verhalen te vertellen en om mensen bij elkaar te brengen. En dat lijkt heel goed gelukt. Welke reacties heb jij zo al gekregen? Ja, extreem. Ik wist dan natuurlijk wel dat dat... zou leven, of je wist dat bij die man veel verhalen zaten, maar ze zijn eruit gekomen, hebben ons heel veel gegeven. En dat is toch, de mensen hebben dat wel zeker in dank afgenomen of aangenomen. Ik denk ook, het heeft op persoonlijk vlak ook wel wat teweeg gebracht. Hè? Ja, ja. Zowel... Ik heb toch van het thuisfront gehoord dat er zoveel reacties gekomen zijn, dat mensen blij zijn dat Harry zijn verhaal nog eens gebracht heeft. Het was nog niet belangen alles. Hè. Ja, en ik denk, dat hadden we niet voorspeld vooraf. Het eerbetoon aan Erik Lane is ook... extreem. Ja, zeer... extreem. Is diep gegaan. Hebben heel veel mensen van genoten en enorm geapprecieerd. En dat is wel, YouTube, dat is wel echt gelukt. Hè. Op YouTube, ik weet niet of... Ik heb het zelf nog niet bekeken, maar op YouTube hebben we het tegenwoordig zo... waar het meest opnieuw is afgespeeld. Ja. Daar gaat de grafiek zo naar boven. En ik denk dat dat bij Harry helemaal op het einde ligt. Ja. De laatste drie minuten. Als het over Erik ging. Ja. Echt ontzettend mooi. Iets minder mooi, enkele dagen, een week, misschien twee, na onze podcast, is Unelly komen te overlijden. Ja. We hebben het er nog even over gehad. Ja. Ik weet ook hoe het gegaan is. Ja. Zeer vredig. Ah, op de manier dat ze verdiende. Het was een beetje de chroniek van een aangekondigde dood, misschien ook niet echt, omdat, ondanks het gebrek aan tanden, trok ze toch goed haar plan. Ja, absoluut. We bedoelen... Ja, dat ging eigenlijk allemaal heel goed. Maar ze is gewoon op twee dagen is het kaarsken uitgegaan. En is ze 's morgens niet meer wakker geworden. Eigenlijk denken we in haar slaap gewoon heen gegaan van ouderdom. Ja. Dus Unelly, de moeder van Winningmoed. Onder meer. En Chippendale en zoveel meer. We hadden het daarnet even... in onze inleiding bedacht ik... dat is een mooie link naar onze gast... maar ik ben ondertussen onze link al kwijt, maar ik heb wel een intro geschreven. Kom, laat maar komen. Ik heb haar rondgebeld. Mm-hmm. En misschien is het niet een slogan die boven zijn bed hangt, maar er is wel een mooi spreekwoord dat denk ik op hem van toepassing is. Failing to prepare is preparing to fail. Iemand zei me dat onze gast van vandaag altijd goed voorbereid aan tafel zit. Welk gesprek dan ook, of welke onderhandeling, of wat dan ook. En de link, want we hebben het vaak over linken tussen jou en onze gasten. Ik heb gelezen, een van zijn mooiste herinneringen
is dezelfde als jouw mooiste herinnering. In de sport, althans. Ik ga niet graven in uw privé. Maar dan gaat het over 2006. En dus zijn we ongelooflijk blij dat we bij meneer Kemperman aan tafel mogen zitten. Goedenavond is het. Avond. En van harte welkom. Dank u wel, hartelijk welkom. En meneer Kemperman is er niet. Die was vanavond, had geen tijd, gewoon Frank. Mogen we Frank zeggen? Alsjeblieft. Dus wel een gesprekje wat we vooraf in de auto hebben gevoerd. Moeten we meneer Kemperman zeggen of Frank? We zijn niet in Duitsland, we zijn in België. Het is niet Herr Kemperman, wat ik jaren gehoord heb. Het is gewoon normaal, Frank. Oké. Hoe gaat het met u? Goed, gepensioneerd, opa, nieuw leven. Ja? Even wennen, het is allemaal anders, maar ik heb het zo druk. En ja, nu wordt u ook nog voor een podcast uitgenodigd. Dat ook nog. Had u ooit al gehoord van twee maanden en een paardenkop? Nee, tot als ik eerlijk ben, eerlijk gezegd niet. Maar Frederik de Bakker is natuurlijk een begrip. Ja, valt goed mee. Maar als je die begint te praten. Maar ik ben geen podcastman, maar ja, ik probeer de media wel vol te volgen. Maar dit begin ik te leren nu, podcast. Ik heb jullie laatste podcast helemaal uitgekeken in één keer. Natuurlijk met Jos, het was iets bijzonders voor mij. Maar ook dat begin ik te leren. Ja, want we zitten wel bij de buren van Jos. Jos zit aan de andere kant van het dorp. Er zit iets tussen nog. Ja? Een stoeterijtje met een paar 89 hectare. Wat sterren in het logo. Ja. Jos zit precies aan de andere kant. Hè? Ja. Echt, als je een streep trekt, heb je waar ik woon en dan heb je Zangersheide. Ja. En dan komt ongeveer Jos. Ja, de heilige drievuldigheid. No. Ja. Ja. Hoe is het leven nu na 2022 en alle festiviteiten, alle artikels, elk mediaplatform stond er vol van. En vandaag bent u niet meer de directeur van Aken. Hoe voelt het? Nee, de oude is thuis. Sorry, ik hoest een beetje, maar dat gaat erover. Ja, het is een hele verandering. Maar je weet, je wordt een dagje ouder. Er komt een pensioen aan. En COVID heeft wel geholpen. Door COVID, geen evenement. Ja, dan zit je meer thuis, home office. Wordt een begrip, nooit in mijn leven gedaan. Voor Aken in ieder geval. Dus je bent meer thuis en dan, ja, dat bevalt ook heel goed. Je wordt opa, dus je hebt een extra magneetje om naar huis te zijn, thuis te zijn. En eigenlijk is het fantastisch, had ik me eerder gedaan. laat ons eens teruggaan naar helemaal in den beginnen. Geboren in Groesbeek, niet zo lang geleden. Waar is het paardenverhaal bij u begonnen? Ik woon in het dorpje Bergendal, in de gemeente Groesbeek. En bij ons in het dorp was... Waar te situeren? Excuseer. Nijmegen. In Nederland? Oké, Nijmegen. Nijmegen. Mm-hmm. Dus als je Limburg uitrijdt, Nederlands Limburg, dan kom je eigenlijk daar terecht. Dus 130 kilometer hier vandaan, dat is niet zo heel ver. Toen met mijn eerste auto hier was, dat heel ver weg. Toen kreeg ik een deux-chevaux en toen naar huis het weekend, dat was wel ver. Maar terug bij ons in het dorp was Saint-Menage. Daar ging ik eens een keer kijken. En moest ik hier mijn broer ophalen, liep er ook wel eens rond. En ik ben er echt blijven hangen. En ik denk, dat is mooi, die paarden. En ik zeg tegen mijn vader, ik wil wel een paard rijden. Dan zegt hij, zou jij maar voetbalschoenen kopen? Ja, maar zoals alle normale mensen voetballen, niet paard rijden. Was ik dus niet mee eens. En toen ben ik dus daar rond aan het zwermen, stallen vegen. Toen mocht ik al een keer een paard roodstappen van de buitenbak naar de stal. Ja, dat was fantastisch natuurlijk. Op een gegeven moment heb ik mijn eerste rijlessen verdiend met paarden in de stal werken. En heel toevallig was daar in die stal een Amazone, een Nederlandse Amazone. Die was in dat tijd ook Europees kampioen bij de Amazones. Dat bestond nog toen. Dat was niet gemengd. En die had een grote stal. Die ging op grote nationale evenementen. En daar mocht ik wel eens mee. Dus ik heb de Bazil daar opgenomen. Ja. Daar is het begonnen. Oh, hoe noemde de Amazone? Irene Wagenmakers Jansen. Die kennen jullie niet, maar misschien ken je in het Nederlands team loopt altijd Ad Wagenmakers. Ja. Die is daar coach, die is de assistent van de coach, die doet dat al jarenlang. En het is de moeder van Ad. Oh ja. Ad, die ken je denk ik wel. Die loopt altijd nog aan je jekje rond. En ja, dus heel bijzonder. En dat was meteen springsport, waar zij actief was? Ja, altijd springsport. Ja. Dressuur staat veel te vroeg op. Hoe zegt u? Die staan veel te vroeg op, die dressuurmensen. Die beginnen dus morgens om 8 uur al. Ja, dat is te gek. Springen, dat gebeurt dan niet. Dan gaan wij pas naar huis. Maar... Het volgende contact met topsport vond ik bij Harry Wouters van den Oudenweijer. Louis, heb jij ooit gehoord van Harry Wouters van den Oudenweijer? Nee? Nogmaals, mea culpa.
Ik moet eerlijk zeggen, ik heb er ook niet echt een beeld van. Als je het gaat opzoeken, dan moet hij wel bijzonder veel gepresteerd hebben. Jumping Amsterdam, eerste grote prijs gewonnen. Rotterdam, ja. Nederlands kampioen, een team in Londen gereden. Ja, door die link op die stal bij ons in het dorp, die mensen zeiden, wat ga je doen? En mijn bedoeling was om naar de West-Velische Ruitenvaartschule te gaan. Sorry, West-Velische Ruitenvaartschule in Münster. Daar ben ik naartoe gegaan, heb ik een leergang gemaakt, dus een maand rijden. En toen zou ik daar definitief naartoe gaan, voor een 3 jaar opleiding. En als tussenstation ben ik naar een stal, Waning in Zuidwolde, boven in Drenthe, gegaan. En daar reed Harry Wortz van Oudewijer. Daar reed hij? Daar reed hij. En wie was de stal-eigenaar? Of, Waning. Ja, Waning. Waning. Ja. Ja, daar zit nu Jan Broek, daar worden nu nog de evenementen. Kijk, okay. Jan Veningen. Broek, ja, Veningen, precies, daar was dat. Dus Harry Wortz van Oudewijer, die reden. En op een gegeven moment werd zijn groom ziek. En niemand wou mee naar concours gaan. Ik zei, ik ga wel mee. En zo ben ik daar terechtgekomen. En via Harry, 1 keer mee op concours. 3 keer mee, 4 keer mee. En dat heb ik een jaartje gedaan. Hoe oud was u toen? Toen u sprak over de West-Velische Rijtschule. Dat was zo'n 17, 18 jaar. En ook in die tijd was het 18 jaar. We spreken daar, ik kijk even mee, 1970, 1973? Ja, begin jaar 73. En toen ging Harry Wortz van Oudewijer. Was toen altijd een van de beste van Nederland, altijd een team. En die tijd, meneer Melchior, hier uit het dorp, die had graag Nederlandse topruiters in de stal. En Harry van Wortz van de Oudewijer verhuisde naar de stal van Melchior. Zei Harry, ik wil mijn groom meenemen. Nee, zei Melchior, hoef ik niet. Mensen genoeg. Oké. Ik ben dus toch meegegaan. En ik kwam hier binnen op zangerzijde. Toen zegt hij, jong, moet je al geld hebben? De eerste dag dat ik aankwam, zei nee, ik hoef niet geld. Hè. Ik heb mijn salaris afgesproken. Komt wel eind van de maand. Goed, de Melchior vond eigenlijk niet zo goed dat ik kwam. Half jaar later hadden meneer Melchior en meneer Wortz problemen. Ze zijn uit elkaar gegaan. Toen kwam meneer Melchior, jong. Altijd jong gezegd, hè, ja. Tegen mij. Jong, je mag niet aan. Ik zei, meneer, ik ga. Als Wortz weg gaat, ga ik ook weg. Toen moest ik blijven van hem. En dat was de start met Melchior en Wortz van Oudewijer. Maar, u bent in 1973 naar Harry Wouters gegaan. Ja. Maar daarvoor ging u naar de West-Velische Rijtschule. Dat was daarvoor, daar zou ik dus teruggaan. Maar had u dan rijtalent? Ik dacht in die tijd wel. Ik dacht, ik word een goede ruiter. Ja. Gelukkig heb ik op een gegeven moment ontdekt dat dat niet zo is. Ik heb eens gedacht, ik word de beste. Ik dacht, ik word misschien niet de beste. Ik heb gezegd, nou, met rijden kan mijn geld niet verdienen. Dus op een gegeven moment heb ik de link gemaakt, nee, dat is niet mijn toekomst. En Groome ook niet. Ja. En Melchior, die zag ik dus nog steeds op jumping, want elke nationale jumping kwam Melchior. En die kwam steeds terug van, jong, je moet terugkomen. Ik zei, ik kom niet terug. Ik ga wat anders doen met mijn leven. En toen was ik in militaire dienst, het leger. Toen zegt hij, ik heb een nieuwe baan voor je. Wil je manager worden van zangerzijde? En vanaf 1 januari 1978 ben ik begonnen als manager bij Stoeterij Zangerzijde. Maar u bent wel nog naar Montreal geweest? Ja, toen ik groen was, dat was ook een leuk verhaal. Ik werkte bij Harry Wortz van Oudewijer. Die zat in de voorselectie voor Montreal. En toen ze ver was, zat hij niet in het team. Maar de chef d'équipe, Ben Arts, een heel bekend figuur in Nederland, had op Jumping Amsterdam, die zegt, we moeten iemand hebben die ervaring heeft met paarden, die mee kan vliegen naar Montreal. En mijn ruiter ging dus niet mee. En in de dressuurwereld was wat oneenigheid. Kun je dat voorstellen? Nee. En daar waren ze niet met elkaar over eens. Wie ging er mee? En toen zeiden ze, we nemen die Frank mee. Want die heeft al verloren. Dus ik ben naar Montreal gegaan met 2 dressuurruiters. En ik moest naar het paard van Rob Eras groemen. Dus ik had het dressuur en springpaarden. Eras of Erens? Eras. Okay. Heeft hij ooit spelen gereden? Ivan F. Heeft hij ooit spelen gereden? Ja, zeker. Die had toen de tijd een paard, Ivan F. Dat was echt een fantastisch paard. Ivan F. Een paard, ik wist dat hij een hele goede ruiter was, maar ik wist niet... Een paard met een deuk in zijn hoofd. Had ik hier, dat is een heel... Ja, dat is Ivan F. Nog laat hij koeken. Moet ik controleren? Ja, dat wil ik nu... Nee, zeker niet controleren. Nee, dat is eerlijk. Dus 76 was Henk Noren, Johan Heijns. Henk Noren, Johan Heijns, Anton Ebbe. En Rob Eras. Dat is het team. Maar was Eras toen nog niet redelijk jong? Ja, maar... Dat zal niet zijn, die zal even oud zijn. Dat
We zijn 20 geweest, ja, hè? Ja, ja, oké. Ja, u was toen 22, ja. Nee, op Eros denk ik, ongeveer. Ja. Ik was 21, hè? Ja. Ja. Montreal, mooie beleving. Zoveel gefeest, zoveel plezier gehad. Ja? Resultaten, niet meer zo bijzonder. Nee, nee, dat is anders. Wij zaten, nee, het was in Bromont. Ja? Met toen de tijd nog wat Jos ook in het verhaal verteld heeft. De laatste dag in het Olympisch Stadion in Montreal zelf. Ja. Ja, heel mooi. Zo met die Nederlanders zullen we gefeest hebben dat wij ze medaille konden halen. Ja, eindelijk. Ja. Nee, het was niks. Nou, ja, toen was inderdaad de bronsmedaille voor België. Eugène ja. Mathy. Die tijd, niet Eugène. François, ja. François maar doen. Dus dat was de goede oude tijd nog. En met Erik Wouters, want toen de tijd was Erik Wouters, Harry Wouters. En de groom van Erik Wouters, Peter de Zutter, ja. Dat was mijn beste vriend. Peter, en ik ben altijd op stap of werken, samen natuurlijk. Dus de Woutersen waren ook zo weer samen. Ah, oké. Okay. Ja, dat is wel, een mooi verhaal dat we nog eens moeten gaan uitspitten. De invloed... van Erik Wouters en alle satellieten daar, die daar rondom mee hebben gedraaid. Want ja, u heeft Erik, nu moet ik opletten wat ik ga zeggen, u heeft Erik dan ook, pardon, gekend toen u al bij Zangerzijde reed, want heeft hij ook voor Zangerzijde toch links en rechts gereden en gewerkt. Ja, Erik heeft van alles, maar met Erik heb ik dus in die tijd al leren kennen. En op een gegeven moment, dat was later denk ik even met Erik, meneer was binnen 90, moest ik voor de FII naar San Diego voor de World Cup finale. Ze hebben er twee naartoe gegaan. Ik heb met Jumping Mechelen meegewerkt, een paar jaren dus. Erik ken ik goed. Ja, ja. Maar dan zullen we dan straks nog wel eens toekomen. Ja, ja. Sorry? Mijn vraag. Ja. In het jaar 78, 1 januari 1978, wat wordt u dan gegeven als jobomschrijving? Zijnde manager van Zangerzijde. Wat is het takenpakket van een manager van Zangerzijde in 1978? Die 23 jaar oud is. Ja. Melchior had heel veel paarden. Zijn hobby was paarden geworden. En alles wat hij had, dat werd administratief geregeld door het kantoor in Maastricht, zijn bouwmaatschappij. Dus daar waren secretaresses en die moesten ook de paarden regelen. Maar die wisten het verschil niet tussen Hengst en Merrie, ongeveer. Hadden niks te verstand van. Hij zegt, ik ga dat anders doen. Ik wil de administratie van het paardenbedrijf naar Zangerzijde halen. Mm-hmm. En ik ben dus begonnen met een leeskantoor. Ik ben naar Maastricht gereden, alles opgehaald. En zo hebben we het kantoor van Zangerzijde opgezet. Wat was hier toen in 1973? We kennen allemaal Zangerzijde van de Z-toeren. 78 of 73? Sorry, 78, excuseer. Nee, in 73 was ik er hier geweest, ja. Als krom. Toen hadden we nog alleen, waar nu de hoofdstal is, dat was toen ook de springstal. Nee, was toen nog niet. Die is toen ook eigenlijk gebouwd, sorry. En... Maar de oude manege, waar nu de kantoren zijn, dat was de manege. Ah, ja. Dat was de manege. Ik heb nog mee, maar verder was er niks. Ja. Bent u al in de nieuwe kantoren geweest? Ja, ja. De nieuwe, ja. Dus luxe. Maar ja. En 78, ja, toen hebben we alles mee, de bouw meegemaakt van alles wat er is. Ja. 78, ik ben begonnen op 2 januari 78. En Willy van Ham, Jan Broek waren daar, Johan Heijns, Dick Wieke, 4 springruiters. En ja, ik weet nog goed, ik ben begonnen. Het eerste wat ik gedaan heb is paarden tellen. Niemand wist hoeveel paarden er waren. 186 paarden waren er. Hoeveel? 186. Ja. En die 4 mannen, die reden daar toen? Die 4? Namen die jij nu noemt, ja. Die reden allemaal daar bij Zangerzijde. Ja, het Nederlands team was eigenlijk Zangerzijde. Dick Wieke is ook zo'n naam die ons niet kent. Ik ken u toevallig Johan Broek, van daaruit de streek in Veningen. Ja, Johan Heijns kent iedereen. Ja. Wie zei u nog? Johan Heijns... Willy van der Ram? Ja. Willy, ja. Willy kent ook iedereen. Willy, ja, in die tijd was dat. En wie was de vierde? Dick Wieken. Dat is mijn... Ja, in die tijd reed hij met Sil, reed hij ook gewoon internationaal mee. Zijn dochter, die doet wat in de eventing nog. Oké. Okay. Nee, Dick Wieken. Ja. Na dat nooit meer zien, maar toen de tijd reed hij volop mee. Oké. Okay. Voor de fokkers, in welke periode spreken we dan? Welke hengsten stonden daar toen? Toen was Almeida al. Almeida is gekomen in de tijd dat ik de eerste keer daar was. 74. Toen is Almeida gekomen. Uit Frankrijk, dat was al wat bijzonders. Ja. En in de tweede tijd hebben we dus Ramiro gehaald. Vis Ferdinand. Dat was de gouden tijd. Hè. Die twee toppers, Almeida en Ramiro. Ja. Wat dreef u toen? Ik zal zeggen, tussen 73 en 80. Wat was toen uw drijfveer? Wou jij... paardenman worden, of wou je gewoon werken, of dacht je, ja, alles wat er op mijn pad komt, is goed en ik neem het mee? Of had je toen een doel voor ogen?
Nee, ik had natuurlijk niet veel gestudeerd, te weinig natuurlijk. Ik kreeg die kans om in de paarden te werken. Dat was natuurlijk fantastisch. Melchior, ja, dat was de beste leermeester die er is. Ja. Dus altijd zei ik, van hem heb ik alles geleerd eigenlijk. Ja. En die gaf altijd typisch Melchior, jonge mensen de kans. Ja. Als je iemand van 40 jaar had die fantastisch was, zei hij, nee. Jonge mensen opleiden, naar zijn hand zetten. Dat was typisch Melchior. En dat heeft hij altijd gedaan. Hij heeft mij ook in de diepe gegooid. Ik heb daar alles meegemaakt en vaak kopje onder. Maar hij heeft altijd een keer toch even gered. Aan de kraag getrokken. En meer. Maar dat boeit me nu wel. Ay, dus, en je zegt, het eerste wat ik gedaan heb, was paarden beginnen tellen. 186. Ja, het is opzetten. Wat hebben we? Paarden. En alle jaargangen, de sportzaal. Je had de sportzaal en de fokkerij. Ja, dat was toen op tijd duikje sport en fokkerij. En dat was dus de taak om ja, dat alles te organiseren. Maar het was van de fokkerij natuurlijk. Op een gegeven moment de merries moesten ontdekt worden. Op een gegeven moment hadden de mannen hingen op concours. Die moesten inschrijven. De transport moest geregeld worden. Die kwamen terug. Die moesten afrekenen. Al dat soort werk kwam dan op het kantoor terecht. Dus de managementfunctie. Een tijd begon ik het dekken. Die tijd begon met kunstmatige inseminatie. Ik weet nog goed dat ik op Sertelenbosch op concours stond met een stand. En dan gingen wij reclame maken voor KI, transportsperma. Gingen met embryotransplantatie. Nou, ik dacht, die Nederlandse fokkers die schieten ons af hier. Dat was ja, vloeken in de kerk. Dat, toen de tijd bestond dat amper. Maar Melchior, die keek naar de rundveehouderij. Hoe het daar ging, dat moeten we vertalen naar de paarden. Dus daar hebben we heel meegemaakt. Boeiende man, denk ik. Hè? Want het is wel een bijzondere parallel. U bent 23, of u was 23 toen u in zangerzijde begon. Tom Lemmens was heel jong toen hij eigenlijk al een relatief belangrijke functie daar kreeg in zangerzijde. Ja. Dat was denk ik ook nog bij Tom en nog bij u echt carrièreplanning. Ja. Nee, toen zei ik niet. Op een gegeven moment kwam als zangerzijde met de planning. We willen een door het staatszoeterij opzetten. Dat was meldig als een idee. Ja. Je hebt Ierland, National Stud. Het land gestuurd in Duitsland, dus wat hij wil ook voor België, nee sorry, van Nederland, een grote staatstoeterij opbouwen. En dat was zijn streven. Dus dat werd er gedaan. Overal werden topmerries ingekocht, de beste hengsten. Het was de bedoeling om dat in één pakket te verkopen aan het ministerie van Landbouw in Nederland. Dat was de bedoeling. Om beslissen, op een gegeven moment, hij bleef maar kopen. We hadden 700-800 paarden staan, overal. In Duitsland met Paul Schokmuller in Nederland. Sorry, en die zouden verkocht moeten worden aan het ministerie van Landbouw. Dat was zijn grote doel, een nationale toeterij op te zetten. Maar dat gebeurde niet. Dat gebeurde niet. Hoe kon, weet u, de Tweede Kamer, dus het parlement, heeft gezegd, nee, dat gaan we niet meedoen in die plan. Op dat moment is dus alles geploft. Op één dag zijn er dus 700 paarden verkocht, 5 veewagens en alles. Dus werd alles in één keer verkocht, werd de stal teruggebracht naar Klein. Ja, en hij is vertrokken met zijn boot. Hij zegt, regel het maar tegen mij. Dus we hebben alle paarden zijn verkocht in één deal. Één grote deal. Wie kocht die, Kees van de Ruttelaar? Nee. Een Duitse handelaar, Fidi Ernst, die kocht alles in één keer. En dat hebben we heel veel meegemaakt in die tijd. En toen zijn de paarden weggegaan. Wat een verhaal. Ja. En in elke jaargang was dat de beste 20 mocht nog uitzoeken. Die bleef op zangerrijden. De springpaarden waren eigenlijk al een beetje weg, de goeie. Die had Aldin kocht wat en Paul en Fidi Ernst, iedereen kocht wat. En toen werd de massa verkort, één deal, met de mogelijkheid om overal 20 thuis te houden op zangerzijde. Maar in die deal zaten de hengsten Ramiro en Almeida. Die waren, sorry, goed, heel goede opmerking, die waren één deal al verkort naar het ministerie van Landbouw. Die zijn verkort in één klap naar het ministerie van Landbouw. Almee, Ramiro en Fuurs Ferdinand. Naar het Nederlandse ministerie van Landbouw. Als een soort goeddoening, de grote deal ging niet door, maar die drie zijn dus verkort naar het ministerie van Landbouw. Waar hebben die dan gedekt? Was het grote doel dat die moesten ter beschikking stellen van de fokkers. Leuk verhaal wel. Dus die hengsten stonden op zangersheide. Die waren verkocht. En het werd dekseizoen. Dus die hengsten moesten dekking. Dus iedereen belde op naar zangersheide. Kan ik mijn merrie laten dekken? Dekken was toen nog normaal, hè? Dus niks sperma op sturen. En zei Melchior, het ministerie had ze gekocht, maar er was niks gebeurd. Zei Melchior, geef ze allemaal dit nummer. Dat was de secretaresse van de minister van Landbouw. Dus al die boertjes en die fokkers, die belden naar het ministerie van Landbouw, de secretaresse. Ministerie Den Haag, goedemiddag. Ik moet sperma hebben voor mijn merrie. Ja, dat was ze niet, dat meisje. Dat werd een ontploffing. Dus iedereen, al die fokkers belden daar naartoe om te dekken, om sperma te hebben van die hengsten. Ja, dat vrouwtje, dat kreeg een, ja, die werd helemaal rek. Hè.
En toen gebeurde wat. Toen kwam de gouverneur van Nederlands Limburg, die belde op een zangersheide. Die moest dat regelen. Het zijn de drie hengsten. Zijn in een plaatsje Schinveld, hierbij, ja, vlakbij Brunsum, hier tussen hier en Aken, zeg maar, halfweg. Zijn die ondergebracht, is een dekstation begonnen. Dat was een bedrijfsleider. Ik zeg gek. Dat was een? Bedrijfsleider, heette dat toen. Ja. Dus ik ben toen ook nog, naast zangersheide, ja, er zijn heel veel gebeurd nu, maar één van de dingen, toen kwam de gouverneur van Limburg, die belde op, kan ik met u spreken? Meld u gezegd, ik moet altijd eerst nee zeggen. Nee, heb ik eerst gezegd. Ja, maar toch. Dus naartoe gegaan en die moest iemand hebben om dat te regelen. Want hij had drie hengsten. Het ministerie had drie hengsten, maar wat moesten ze daarmee? De stal zorgde daartoe en ik heb geregeld dat die geëxporteerd werden. En dat deed u in naam van zangerheid? Of nee, op rekening van het ministerie van Landbouw. Ja. Maar u werkte toen nog wel voor de... Ook niet meer? Dat was okay. Nee, met Melchior ook leuk. Melchior, alle paarden waren dus weg. Een paar maanden later waren ze ook echt weg. Dus zangerheid was klein. Jong, wat ga jij nu doen? Want we hadden dus 40 mensen ontslagen ook, hè. Al die ruiters waren weg. Er was niks meer. Alles ging weg. Mensen ontslagen, paarden weg. Het was hem heel klein. Dus toen was de vraag, wat ga jij doen, jong? Ik zeg, kan je ook niet eens kijken. Wat kan je doen? Toen zei hij, jij begint maar hier in manege. Toen ben ik in manege begonnen, op zangersheide. Dus de kinderen hier in de buurt, die konden komen les op zangersheide. Ik heb de les gegeven. Maar nee. Jazeker. Maar toen had ik een manege, ik moest daar mijn centen mee verdienen. Ja? En daar kwamen mensen met kindertjes naartoe. En dan kwam meneer Melchior met de auto aan, het raam open. Wat komt u doen hier? Ik kom met een manege paard rijden. Weg hier, ik wil geen vreemde mensen op mijn erf. Dus ik zeg, ik heb een manege, ik wil mijn geld mee verdienen. En nu jaagt de klanten weg. Dus zo ging dat, dat ging dus niet. Dus na 12 maanden ben ik mee gestopt, dat ging dus absoluut niet. Fenomenaal. Ja, dat is de... Maar dan... En toen ben ik dus naar het ministerie gegaan, met de hengsten mee. Met Almere Meelvis Ferdinand. Ah, ja. Toen is dat, ik ga gewoon door. Absoluut graag. Toen is dat veranderd in het proefbedrijven paardenhouderij. Ze hebben gezegd, we maken proefbedrijven, dus testen met paarden. Dus is er een grote boerderij gekocht in Brunsum, hele oude boerderij. Daar zijn die paarden neergezet, daar zijn 40 merries neergezet. En dan gingen we testen doen, met stallenbouw, testen met fokken. En toen op een gegeven moment werden de merries in één pot, moest je loten worden, de hengst in één pot, moest je loten. Welke hengst bij wie? Zoals het in het bedrijfsleven ging, zeiden ze. Ja. Zeiden jullie onderzoekers, jullie zijn gek. Zo wordt niet gefokt. Groot bij klein, je selecteert bloedlijnen, et cetera. Nee, je moet loten. Dus ik werd helemaal gek van die, echt gek van die ambtenaren. Daar, want dat was het ministerie. Toen heb ik gezegd, dan kwam Melchior wat tegen. Gaat goed met je ambtenaartje. Ik zeg, wat gek van. Dus dat, en zo is dat in de hand. Toen kwam ik, en toen had Melchior een ander job voor me. En dat was? Melchior was voorzitter van de voetbalvereniging Maastricht. MVV. Us MVV'tje. Ons MVV'tje. Juist. Erik Gerrits. Ja. U heeft Erik Gerrits ontdekt. Nee, ontdekt niet. Nee, wij... Kan niet. Nee, ja, ongeveer. dus hij zegt, je moet naar MVV gaan. Die waren eredivisie, hè, dus de eerste klasse in Nederland. En dan moest een manager komen. Dat was een manager voor mij, Nico Jonge. Ja, een beroemd, veel beroemd. Nico moest ging weg, ja, van Melchior. Dat moet allemaal verzoenlijk geregeld worden. En niet alle gerommel daar. Jij moet dat ze verzoenlijk regelen. Dit en dat. Ik ben manager geweest van MVV. In die tijd speelde daar een Bert van Marwijk. Ja. Ja, Bert heb ik daar goed leren kennen. Ja, Tal, Bus, daar waren dus een hoop spelers. En op een gegeven moment moest er versterking komen. Ze zei, Melchior, ik ken een speler hier van de Rentstreek, van de Maaskant. Maar die heeft problemen gehad met standaardluik en dit en dat. Zit in Milaan en die hebben die vrij gekort. Er was toen een relletje, u weet wat er aan de hand was. Er is wat gerommeld in de tijd. En Erik Gerrits was dus, hoe heet dat, geschorst. Ja. Mocht niet meer voetballen. En die hebben toen naar Maastricht gehaald. Die hebben MVV gevoetbald. Rechtsachter. Ik zal het nooit vergeten. En Erik Gerrits liep daar iedereen. Toen zegt die, en Erik natuurlijk, de leeuw. Stel het tegen die andere jongens van, loop wat harder, dit en dat. En wat is het antwoord? Je verdient 10 keer zoveel, loop jij maar 10 keer zo hard. Maar zo ben ik bij MVV gekomen, niks van voetbal weten, maar ik heb dat alles moeten regelen.
Ik wil wel nog eens één keer terugkomen naar de hengstenhouderij, het hengstenstation. Hoe is dat afgelopen? Hoe is het einde van dat station en die drie hengsten? Want Fürst Ferdinand heeft niet zo gek veel bijgedragen, maar ja, Ramiro en Almee zijn twee goden trouwens. Johan Heijns zegt op de dag van vandaag, het beste paard dat ik ooit heb gereden, is Almee. Almee, ja. Klopt. Die hengsten stonden ter beschikking. Dat heeft een paar jaar geduurd, ik ben het weggedaan. En op een gegeven moment is dat gestopt hier in Limburg, dat verhaal, proefbedrijf, paardenhouderij, is dat naar Lelystad gedaan. En toen zijn de hengsten later nog, ja, toen waren ze ook oud, dus niemand ter beschikking gesteld, maar dat is eigenlijk gestorven, dat hele project. Ja. Want ik denk wel dat Almee ligt toch begraven op Arab Brumai van Bernard Le Courtois. Echt? Denk is dat, terug naar de weet ik niet. Ik denk toch dat Almee daar begraven ligt. Nee. Wie het weet, laat het alstublieft na in de comments op YouTube of zo. Maar, ja, dat moet eigenlijk van Ols, die Nederlandse dierenarts, die was er toen bij. Ah ja, kijk. Niet Gert van Ols, van anderen. Behalve van Ols. Als u het verhaal van zangerzijde moet samenvatten, wat heeft u geleerd in zangerzijde? Alles. Moet samenvatten, alles. Ja, je komt daar binnen, je kent niks. En op een gegeven moment hebben we evenementen georganiseerd. De Benelux-kampioenschap werd daar georganiseerd. Dus wedstrijden organiseren. Op een gegeven moment zei hij, ik ga dressuur doen. Ik zeg, dressuur op zangerzijde. En we hebben met Mayet Witthaar. Ja, Mayet is natuurlijk wereldberoemd. Dus hebben we daar het Europese kampioenschap dressuur gedaan. Dus op zangerzijde heb ik eigenlijk alles geleerd. Met mensen omgaan. En ik heb ook geleerd hoe het niet moet. Kan ook Meltje was natuurlijk een apart man, maar een doorzetter, een vechter. Ja, heel bijzonder. Eigenlijk bent u, als je het zo ziet, of als je het oplijst, bent u een soort, dat is een helemaal verkeerd woord, hè, maar een jobhopper in de goede zin van het woord. Als in, u heeft onder de grote noemer Melchior, heeft u eigenlijk, dat verhaal van MVV, dat is waanzin. Schitterend toch, hè? Dat is waanzin. Die jongens gaan van voetbalschoenen voor meer geld, weet ik wat anders. Ja, dat was gewoon mijn job. Hè. Ja. Ja, maar Melchior zei, jij moet dat regelen. Die rotzooi daar en dit en dat. Regelt maar. Eigenlijk, absoluut, dat je iemand tegen de manege liet uitbaten, dat je tegen die zegt, ja, ga nu eens een eredivisieclub leiden. Ja. Dus toch, ja, dus manege is veel meer kwaliteit dan voetballen. Ja. Dus toch. Wat heeft u geleerd? Die mannen zeggen nog steeds, hé, hey, je hebt paardenman. Ik zeg altijd, jullie moeten de mond dicht houden. Je loopt in de wei. En paarden lopen in de wei, die zijn braaf, die houden de mond dicht. Maar voetballers vertellen alleen maar domme praat. Het was, ja, voetbal is niet mijn wereld. En ik ben blij dat ik daar stop ben. Dat voelde u meteen, dat was niet uw wereld. Nee, dat is niet mijn wereld. Dus. En in welke mate onderscheid, of hoe zou je de voetbal- en de paardenwereld vergelijken met elkaar? Oh, of? Twee werelden. Ja, voetbal is natuurlijk een internationale sport. We volgen natuurlijk allemaal een WK voetbal. En ik niet zo intens, maar... Of vond u van de Nederlanders op het WK? Ja, meneer Van Gaal kan het goed vertellen. wij zouden ook nog bondscoach kunnen worden, als het gaat over vertellen. Ja, nee, maar het is wat dat betreft... het voetbal lag me hard niet bij. Nee. Ik deed dat en het was wel grappig af en toe, maar het lag me hard niet bij. Nee, kan ik begrijpen. Mm. Ik denk dat u in zangerzijde heeft gewerkt tot 1985 en dan bent u naar MVV gegaan. Ja, ik ben weggegaan, maar altijd contact nog. Dus ik ben weggegaan, maar altijd nog jong, kom een concours organiseren. Jong, ik heb het concours al lang mee georganiseerd. Ik heb nog veel gedaan voor hem. Heeft u de start van de wereldkampioenschap jonge paarden nog meegemaakt? Ja, ja. Ja, ja. Vroeger was het altijd Benelux-kampioenschap. Ah, dat is begonnen als Benelux-kampioenschap? We hebben altijd in zangerzijde het Benelux-kampioenschap gehad. Maar dat was niet voor jonge paarden, dat was seniors. Nee, gewoon senior. Drie landen, gewoon de Benelux. Ja. Dat was altijd de wedstrijd. Ja. Naar de Randstad veranderd in jonge paarden. Ah, oké. Okay. Ik las, ik heb het niet... Ik heb geen abonnement op horses.nl. Daar stond of het WK... roterend zou moeten plaatsvinden op verschillende locaties. Ik heb dat ook, ik heb het ook niet gelezen, het volledige artikel. Ja, je kunt dat niet lezen, dat is premium of zo. Ja. Dus bij deze, shout-out naar horses.nl. Drie aanvragen voor een gratis, gratis abonnement. Nee. Frank.Kemperman@gmail.com. Je hoeft niet alles te lezen, wat de pers schrijft. Nee, dat is ook zo. Ja. Maar dan begint er een stukje, dat ik ook wel boeiend vind. Vertel, dat begin, je lezen. Maar ik zie dat er na de... na de voetbal, dat er ineens weer een andere hippische discipline op uw pad komt. Is dat dan ook via meneer Melchior? Of nee, is nee, dat... nee. Daar kwam iemand naar mij toe in Maastricht. Zeg, we hebben een goede manager nodig voor de draf- en remsport. Maar had u het... Sorry, laatste vraag over de voetbal. Had u het goed gedaan als manager? Of, alleen gewoon...
Is de club gepromoveerd, gedegradeerd onder daarna de moment? Zijn ze gedegradeerd. In mijn tijd was het altijd Eredivisie. Daarna zijn ze... Nee, ik heb mijn werk gedaan. Ik was geen voetbalfanaat. En, ja, ik was niet de juiste man op de juiste plaats, maar ze vonden het erg dat ik wegging. Dus. Dat was niet mijn leven. Dus, nee, okay. Terug naar diegene die u benaderde. Toen zegt hij van... De Draf van Rentbaan was ook in Nederlands Limburg, Staatsberg. Was een van de Draf van Rentbanen. En waar is dat ongeveer? Waar ligt dat ongeveer? Ongeveer Brunsum. Brunsum, allemaal die hoek net. Bij Kerkrade, Brunsum, die hoek. Ja. Ligt een woordje landgraaf. Komt ja. Landgraaf, dat is tegenwoordig de Draf van Rentbaan. Draf van Rentbaan, Staatsberg, is tegenwoordig gemeente Landgraaf. En daar werden elke vrijdagavond koersen gehouden. Ik denk, hé, paarden. Dus dan ben ik daar koersen te organiseren. Drafrennen en vrolloedrennen. Elke vrijdagavond. Het mooiste moment was ieder jaar dat ik op de vrijdagavond, toen de tijd was nog de landwedstrijd in Aken op vrijdag, één keer per jaar ging ik naar Aken, daar haalde ik de springruits op, daar had ik wel contact mee van tevoren, om op vrijdagavond na de landwedstrijd naar Straatsberg te komen om te koersen, drafkoersen. Thomas Vroeman, Frankus Lothaak deden allemaal mee, dat was plezier van die mannen. Eentje drinken en op de zulk hier en drafrennen. Dat was fantastisch. Wat dat Peter Bolle met Cavalor doet in Mons. Ja, ja. Is eigenlijk, we stonden toen al. Ja, ja. Ik hoor u, de naam is al gevallen, we gaan het er ook vaak over hebben. Toen stond Aken bij u al op de radar. Ja, ik weet nog goed dat ik als klein manneke in het dorp iemand de zocht heb die naar Aken ging dat ik mee mocht. En ik mocht met die man mee, die had paarden, die zei ik ga ieder jaar naar Aken en mocht ik mee in de auto. Ja, dat was natuurlijk fantastisch. Ja. Was het een succes, de drafrennen en de volbloedrennen? Die wereld was toen op tijd al heel moeilijk en ik heb mijn best moeten doen. Zeker hier in Limburg, daar zitten in dravers om de koersen vol te krijgen. Genoeg starters, dat was heel moeilijk. En toen hebben we in die tijd een jumping op te zetten, een nationale jumping daar. En dat was de start voor jumping in Maastricht. En dat was mijn start om weg te gaan. Overigens, dat terrein, dat Draf van Rembrandt terrein, wat toen het Draf van Rembrandt was, heb ik het initiatief genomen om meer evenementen te gaan doen. En op een gegeven moment zag ik in de krant, 's ochtends, dat de organisatie van Pinkpop nieuwe terreinen zocht. Ja. Dus ik heb die man gebeld. Nee. En even later toch weer contact opgenomen. Jan Smeets, de grote man achter Pinkpop, heb ik daar naartoe gehaald. Want Jan heb ik lang gesproken en Jan heeft toen Pinkpop daar georganiseerd. En zo is naar de hand, is Jan eigenaar geworden. Zo is Pinkpop eigenaar landgraaf gekomen. Oké. U heeft echt wel een vinger in heel vele pappen. Nee. Vingertje. Ja, maar dat toch heel veel. Nee, maar gewerkt. Ja. En op een gegeven moment dat gaan doen en jumping gaan organiseren. Dat was toch mijn leven, jumping organiseren. Ja. Het voelt bijna zo een levensles van... Als er iets op je pad komt, probeer dat maar eens. Doe dat maar eens. We proberen ook altijd een beetje het karakter te schetsen van degene waar we te gast zijn. Hoe zou u uzelf omschrijven? Als in, bent u eigenlijk een avonturier? Allee, alles wat ik nu hoor, je hebt zoveel verschillende dingen. Oké, en we komen nu aan het hoofdstuk organiseren. Ik weet het, dan vind je uw weg wel wat. Ja. Maar eigenlijk heb je wel alles aangedurfd. Of ik ken u eigenlijk... niet persoonlijk, maar ik ervaar u als een fijn besnaarde man, maar dat je dan wel veel durf hebt en veel lef en gevoel voor avontuur toch ergens, om dat allemaal aan te gaan? Ja, zelfmeid en dan toch veel van mij geleerd. Doen, gewoon doen. Mm-hmm. En zoeken, waar ga je naartoe? De eerste jaar heb ik echt veel gezocht. Maar zoeken, je kon niet zoeken, want hij zei, kom, pak Maastricht maar over, pak de voetbalclub maar over en je moest en mij zei, wil je dat doen? Ik heb zelf besloten, dat ga ik doen, ja of nee? Ja. Ik heb zelf besloten... Ik heb zelf altijd wel ja of nee kunnen zeggen. Dus ik heb zelf gezegd, ik ga het doen. Ja. En daar had ook een tijd lang helemaal geen contact meer met mij toen had. Ah ja. Ook wel jarenlang niet met elkaar gesproken. Ja. Maar je bent wel altijd bevriend of respect voor elkaar? Ja, ook een tijd. Ja, respect altijd. Op een gegeven moment begon ik voor mezelf. Dus na die renbaan ben ik voor mezelf begonnen met een bedrijf. En ik zeg tegen hem van wel, luister, ik ga voor mezelf beginnen. Ik wil gewoon proberen geld te verdienen met het organiseren van jumpings. Jong, fantastisch, jong. Goed, ik ben je eerste klant, goed. Dus we hebben jumping georganiseerd, maar na de hand hadden we problemen met de afrekening. Toen heb ik gezegd, het zit wel goed met je, ik ben vertrokken. Ik heb de deur dichtgegooid, ik ben vertrokken van zangerzijde. Ik heb ook jarenlang geen contact gehad.
een gegeven moment had hij wel behoefte aan contact. Dus, maar op een gegeven moment heb ik gezegd, het zit wel goed. Ja. Dus dat gebeurt ook. BCM. Jij nu nog BCM gekend? Ik kan nu als... heel domme dingen zeggen, maar ja. Bijvoorbeeld BCM, up en down van de padenborden. Wel, dus BCM is, zijn denk ik de, mensen daarachter, de familie Bruggers? Er was een bedrijf, Brugger en Bartels waren leiders, Joep Bartels, denk ik wel bekend, ah, ja. Ja. En Henk Brugger. Die had een bedrijf in Nederland, die organiseerde evenementen, maakte de Hoefslag, de paardentijdschrift De Hoefslag. In die tijd was dat wekelijks het blad, dat kwam elke vrijdag kwam De Hoefslag, dan had je actueel nieuws geschreven. Dat was in de tijd alles, De Hoefslag naar Nepiek, dat kwam allemaal van BCM. Ja. En na de renbaan was er iemand in Maastricht die wou een jumping beginnen, jumping in Maastricht. Die zei, ik heb jou nodig. En dat heb ik gedaan. En toen zei, hoe gaan we dat opzetten, de organisatie? En heb ik gezegd, we moeten Joep Bartels erbij halen. Die kent heel Nederland en sponsoring, et cetera. En dat is dus BCM. Zo ben ik met BCM in contact gekomen. Ja. Toen zegt Joep Bartels, jij moet bij mij komen werken. En bij BCM komen werken. Ik zei, nee. Ik ga niet naar Nederland, ik ga niet bij jullie komen werken. Dat doe ik niet. Dan heb ik een ander op voorstel. Laten we BCM België oprichten. Dus ik ben BCM België geworden. Dus in die tijd hebben we BCM België opgezet, een BVBA hier in België. Dus vanuit hier, vanuit thuis, heb ik BCM België gereden. En toen kon je mij inhuren voor evenementen organiseren. Ja. Zoals? Ja, toen kwam veel. Toen kwam Mondorf Labin, was een hele grote klant. Sorry? Mondorf Labin in Luxemburg. Oké. Okay. Helemaal in het zuiden van Luxemburg, een hele mooie jumping. Europees kampioenschap was daar nog dressuur. Ja, ik ging San Diego World Cup finale, eerlijk gezegd, heb ik daardoor gedaan. Ik heb heel Dortmund geholpen bij Berlijn. Jumping, de grote jumping in Berlijn. Ja, toen heb ik allerlei jumpings georganiseerd, mee georganiseerd. Ik kon mij inhuren en daar kon ik heel goed mijn geld mee verdienen. Ja, wat was dan uw specialisme op dat moment? Nou, in die tijd, je moet dat anders zien, hè. In die tijd waren het mensen die een jumping organiseren, zakenmensen. Kwamen één keer in de maand, één keer in de week samen, dronken een glas en organiseerden een jumping. Maar het contact met de sport was er niet vaak. Voor de goede orde, we spreken begin jaren 90. Ja, ja dat is ja, die tijd, eind 98. Mm-hmm. En dus mensen organiseren een jumping, maar contact met de ruiters, met officials, timing maken, dat was Chinees voor hen eigenlijk. Dus ik werd als sportdirecteur ingehuurd, ik maakte het programma. Ik zorgde een vraagprogramma, FVI, officials, ik zorgde een timing. Dus ik zorgde dat de sport liep. En dat was een gat in de markt. Hè. U was officieel de eerste die dat deed? Dat weet ik niet. Nee, dat weet ik niet. Maar ja, dit als professional, dat weet ik niet of dat... Maar daar ben ik wel mee begonnen doen. Mm-hmm. Ik wil niet zeggen dat ik dat de eerste was, maar ik heb dat gedaan en dat liep als een trein. Hè. Ik kon echt veel evenementen. De Göteborg heb ik gewerkt. Ik heb alle evenementen Paris-Bercy. Dus echt veel jumpings kon ik daar meewerken en dat was heel mooi. Ja. Want het was ook als deel van BCM... Dat ging via facturering BCM, ja. Dat u in Aken, was het media? Tja. Mediacoördinator werd? In Aken, die hebben altijd in de tijd hadden ze een bedrijf die voor een pers deed. En BCM heeft dat gedaan. Toen zei Joep Bartels, jij woont vlakbij Aken, kun jij niet perscoördinator worden? Dus ik ben 2-3 jaar perscoördinator in Aken geweest. Ja. Moest de pers organiseren, zodat de ruiter de persconferentie kwam, et cetera, et cetera. Dat was mijn eerste contact met Aken. Ja. Hoe groot was Aken op dat ogenblik? Ja, maar Aken was altijd al groter. Aken was toen nog nummer 1 van de wereld, dat is altijd geweest. Ja. En toen kwam professor Gego, ik denk dat jullie die wel kennen. De beroemde parcoursbouwer die jarenlang Aken gebouwd heeft. En die had contact met meneer Romo uit Mexico. De vroege tijd sponsor van Tops. Meneer Romo die wilde een jumping organiseren. Nee, anders. Meneer Romo die had de grote wens om meneer Pavarotti uit te nodigen in Mexico om te komen zingen. Toen hebben ze een deal gemaakt. Pavarotti ging zingen in Mexico, in Monterrey. Een tederprestatie moest een concours georganiseerd worden bij Pavarotti thuis. En professor Keiko zou het regelen. Professor Keiko zegt, ik kan parcours bouwen, maar jij moet dan mee om de sport te organiseren.
Dus zo ben ik in Modena terechtgekomen. Er waren meer mensen uit Aken. Daar heb ik eigenlijk heel veel met Aken samenwerkt om dat concours in Modena. Jos heeft het genoemd. Ja, ik wou het eerst zeggen. Ilano, ik had het nooit vergeten. Want ik zat er dus maanden van tevoren. En met de maestro, zei de maestro. Die reed rond met zijn autootje. Zo moest je me aanspreken. Ja, ik zei maestro, altijd maestro. Ja. Franke, my friend, we have to eat together. En elke middag zaten, hij had een oude koestal, Club 2000. Dat was het restaurant van hem, eigen restaurant. Ja. Van de paardenclub. Een hele, we hadden een heel bedrijf, paardenbedrijf, manege. Luciano Pavarotti. Jazeker. Dus is Tony Fouriers, de Belgische Luciano Pavarotti. Dus Pavarotti had een grote manege, een eigen restaurant erbij, eigen paarden. Daar moest jumping georganiseerd worden, in Modena. Ik was er dus veel, en iedere middag eten met hem. Iedere middag zaten we aan tafel. Theoretisch wist hij alles. Zo'n halve freak te bakken. Zo, als je dit wel voor je, wie won dan? Ik zou liever hebben dat u zegt een dubbele feit de bakker. Een dubbele, driedubbele. Dus nee, maar Pavarotti vroeg wanneer heeft de Olympische Spelen, wie heeft dat? Want hij wist alles. Theoretisch wist hij alles. Hij kwam nooit in de stallen. Die paarden waren een ramp, catastrofe. Maar theoretisch wist hij heel veel. Een liefhebber van paarden. En Pavarotti organiseerde die jumping. Ik zat elke middag aan tafel met hem. Toen was er nog niemand. Het was jumping. En ik zag met hem rond in de auto, een grote rode Mercedes. Frank, hij kwam er even rond. Hij kwam nooit in de stallen. Voor zijn stem. Nooit in contact met de paarden. En toen reden we rond. Frank, tell me, who will win the Grand Prix on Sunday? Ik zei, maestro, I tell you, Jos Lansing with Egano. Who? Ik zei, Jos Lansing, Egano. Oh, you sure? Yes. Grote prijsleiding, zondag. Wie won er? Jos natuurlijk, met Egano. En het was een heel protocol, zoveel fotografen nog nooit te zien. En hij loopt... Hij moest daar naartoe, hij loopt naar mij toe. Ik had met een grote oksel verstopt. Ik had die paarden neergezet. Jullie zeggen, doe maar, dat duurt een half uur met die Italiaan. En dan kwam hij naar me toe. Frank, you are right, how did you know? Dus dat had ik ook nog goed geklokt ook nog. Dus Pavarotti was ja, een fantastisch man. Ik moet nu wel zeggen, dat vind ik, we springen echt nu van weg van twee man en een paardenkop. Ik heb wel altijd gehoord dat Pavarotti een... Of gelezen, maar u heeft dan net al gezegd, geloof niet altijd wat de media zegt, dus ik vraag het aan u, dat dat een moeilijke mens was. Ja, voor mij niet. Wij kwamen een jumping organiseren, dat was een grote hobby. Ik denk voor zijn zangwereld, voor zijn wereld, was niet de makkelijkste. Maar voor mij was het een fantastisch man. Ik moest alleen veel te veel eten. Maar ze hebben dat, om dat evenement te organiseren, alleen op het Italiaans. Ik had een lijst bij, ik zei, maar wat moeten we doen? We need electricity for the lorries. Yes, my friend, we speak domani. Everything was domani, hè? Alles wat je vraagt, is domani, my friend. Ja, het was een ramp natuurlijk. Op een gegeven moment hadden we security daar staan. FI stallen, 400 uur security. Ik zei, maestro, security is not there anymore. My friend, they have to eat, they'll go, they go for eat, they come back, they will come back. Dat was Italiaans, hè? Dat was allemaal ja, een andere wereld. Maar... Machtig. En dus daarna dat evenement kwam Aken met de vraag of ik daartoe zou komen. Dan spreek ik, ga even spieken. 93. Ja. Als u het ons permitteert, toch nog heel even teruggaan. Want ik belde ook Peter Bolle. En die zei, ja, Frank Kemperman en ik hebben onze eerste stage gelopen. In de eerste editie van Jumping Mechelen. Of samengewerkt, of Peter zijn stage gelopen. De details moet ik aan u vragen. Ja, ja. 88, kan dat? Oh, dat weet ik niet meer precies. Maar Erik, toen zei deze zijn Jumping Mechelen. Ja, Jumping Mechelen is Jumping Mechelen. En Erik zegt, je moet me komen helpen. Een beetje organisatie, coördineren, alles. En daar heb ik Peter leren kennen. Daar liep Peter ook mee. Maar ik moest dus de hoofdtraining, moest alles proberen te organiseren. Ik heb daar van alles meegemaakt natuurlijk, hè, met Erik. Dus... Op een gegeven moment komt een man naar me toe. Ik kom met mijn paard. Ik kan het niet meer helpen, maar die kwam naartoe. Ik kom met mijn paard. Ik zei, is goed. Wie bent u? Ja, dat noemde de naam. Geen idee. Ik zei, wat komt die dan doen? Ik bel Erik. Ik zei, Erik, ik heb hier meneer staan. Die heet zo'n zoon. Ik kom met paard. Wat komt die doen? Ik zei, ja, dat weet ik niet. Jij hebt me uitnodigd, zegt hij. Wat komt die doen? Ik heb geen idee, zei Erik. Ik zei, maar dan hadden we toen een tijd zo'n parade, weet dat de beste, alles wat best van België was. Ja, ja. Het beste boerenpaard, het beste, alles hadden we toen, een paardenparade was dat, geloof ik. En dan kwam die voor me, niemand wist er iets van. Ja, de Mechelen was ja, een heerlijke chaos, heerlijke kermis, Vlaamse kermis. Ja, ik hoor u zeggen inderdaad, tussen chaos en... Ja, nou, ik als Nederlander, halve Duitser, ik de Duitse grond die kwijt. Ja, dat, nee, toen nog niet, sorry, nee, dat was voor mijn Duitse tijd. Maar ik heb daar geprobeerd te helpen en dat was fantastisch natuurlijk. Mechelen is een feest. Hij moet de ene zin proberen de orde erin te scheppen.
Het is, ik vind het wel onwaarschijnlijk mooi zoals je het vertelt. Want het is ook wel een beetje zo, hè. Ja, het is... Het is feest, ja. En je moet je een klein beetje aan de timing aanpassen en een beetje naar links laveren, een beetje naar rechts, en dan komt het allemaal eigenlijk goed. Dat komt allemaal goed. Ja, dat kan tegenwoordig niet meer. Maar, nee. Maar ook met de mensen, ik weet het nog goed, er staan nog 1000 mensen voor de deur. Ja, we gaan daarmee naartoe. Dan werden nader in de piste gezet, en dan werd de piste weer een paar meter kleiner. Er staan nog meer mensen. Hop, dan werd de piste weer wat kleiner. Dat was normaal, hè. Dat is vandaag ook nog in Mechelen. Kan en mag ook... Veel, hè? Dat is, het is wel... Het is anders dan een andere concours, hè? Relaxer en ja, inderdaad. Relax is misschien het foute woord. Nee, ja. Want er moet wel geleverd worden. Het moet wel gebeuren. Maar ik weet niet, er hangt een andere sfeer door de tijd van het jaar, door het gegeven van Mechelen. Het is heel anders. Even tussendoor, meneer Kemperman. Ga je nu van mij de masters overnemen? Ja, nee. Ik moet van u de ponies 's ochtends vroeg overnemen. Dan vind ik wel dat jij... Ik kan dan geen ganse dag... Dat snap ik ook. Regel het met Pieter de Vos. Nee. Ik doe uw ponies op dinsdagochtend vroeg. Oké. Maar dat kan. Ik zal het wel overpakken. Ja, super. Ideaal. Merci. Zijn al aan het voorbereiden? En u, wat moet ik voorbereiden? Ja, Jimmy Mechelen. Wel... Ja. ik heb vandaag al mijn timings nog eens uitgeschreven. Je weet waar ik... Nee, ik nog niet. Nee, nog niet. Ik zeg het eerlijk. Heb je er goesting in? Ja, dat wel. Dat moet ik eerlijk zeggen. Ja, enorm. Ik vind dat wel leuk. Ik kijk er wel altijd naar uit. Ja. Ja. Het is raar om te zeggen, maar er is nergens waar je zo weinig verdient dat je zo hard naar uitkijkt. Ja, dat is echt waar. Ik heb vandaag aan mijn vriendin moeten uitleggen wat Jumping Mechelen is en hoe lang dat je daar zit. En dat, ja, tot... Dat, de proeven, dat er proeven zijn die beginnen om 10 uur 's avonds. Ja. En dat je dus ook klaar zit om 12:30 s'nachts. Die multigetalenteerde vriendin van u. Ja. Want, kleine shout-out. Ja, is misschien toch ook wel, we mogen dat misschien ook wel zeggen. We hebben geen camera op staan. Nee, dat kunnen we ook wel doen. We worden echt professioneler. Ja, we hebben ook een beeld, een mixer, regisseur, audiotechnicus. Mixer gediplomeerd uit het RITS. Ja. En ja, dat doen ze wel. Ik weet het wel. Ja, en uitbaatster van Tartino Zuid trouwens. Mensen, regio Antwerpen, die nog geen kerst- of eindjaarsmenu hebben besteld. Het is nu het moment. Ja, even denk, hashtag Tartino Zuid Antwerpen. Tartino Zuid. Geweldig goede democratische prijzen en fantastisch lekker. Zwaar, hè? Meneer Kemperman, als u ooit in Antwerpen komt, place to be. Ja. Ik heb het al gehoord. Gijzelaarstraat 60. Ja. Ja. En als je daar moet zijn in die regio, dan heeft het te maken dat je voor het gerecht moet verschijnen aan het nieuwe justitiepaleis. Ja. Maar goed. In België wordt er de komende weken toch geen boetes meer uitgeschreven. Dus van harte welkom. Je hoeft er weinig bang te zijn. Maar even nog een andere oproep. Normaal gezien, als je wilt sponsoren deze podcast, dan kost dat wel degelijk geld. Dit is nu... Merci. Ik bedoel, het is niet... Allee, maar dan mag je ook geen factuur sturen nu, hè? We geven niks weg. Nee, dat is zo. Dat is zo. Maar ja, allee. Ja. Dat terzijde. Ja. En dus, na Modena komt het belangrijkste hoofdstuk. Belt Aken. En wat zeggen die mensen dan? Wie belt en wat zegt die persoon? Ik weet nog heel goed. Ik rijd hier naar Denne, naar Luxemburg. Ik had nooit weten, Mondo of Labin, concours. En onderweg kreeg ik telefoon van de president, Kurt Kapellman, de vader van Nadine Kapellman. Nadine, in de tijd was Kurt Kapellman de grote president. Herr Kemperman, we hebben zijn reden. Ik denk, weer een klantje. En wat dacht aan meneer Melchior? Nee. Nee, meneer, die had daar nog niks. Nee. Dat komt later nog. Op een moment, ik ben daartoe gegaan en ik heb toen een contract na heel veel heen en weer. Dat was niet zo makkelijk. Heb ik daar een contract gemaakt, dus ik ben op... Maar ik werk nog voor de Wereld Eruit te spelen, Den Haag. Daar heb ik ook contract mee. Dus ik ben een half 50-50. En na de Wereld Eruit te spelen is 100%. Den Haag was 94? Ja. Want u gaat dan naar... Wat was de doelstelling? Wat zocht Aken? Een fulltime... Ze wilde eigenlijk de eerste CEO. Geschäftsführer. Ja. Een fulltime CEO. Maar u had ook nog verplichtingen naar Den Haag. Ja. Een jaar later, 1994. Ik heb het niet meegemaakt, Den Haag. Maar als je Den Haag Wereldruiterspelen in Google ingeeft, is niet het meest succesvolle... Nee, 100%. Ja. Daar schaam ik ook niet voor. Kijk, Den Haag was auditorisch een chaos. En ik wil mezelf niet te vast doen. Maar de sport is heel goed verlopen. Ja.
Maar het was niets klaar, het was een chaos. Het transport klopte niet van de paarden. Of van de shuttle klopte niks van. Maar het was gewoon niet klaar, het evenement. Het was de leg gewoon gebeurd. Het is helemaal aan mij voorbij gegaan. Wat is er toen? Of ik weet niet dat daar zoiets, dat dat zo gekend is, dat dat niet... Nou, laten we een wereld eruit spelen. Laten we zeggen, Prins Philip heeft dat ooit uitgevonden. Nee, het is Stockholm. Die hebben vergeten dat ze daar tax moeten betalen. Dus grote financiële kater. In Stockholm? Stockholm. 94 was een chaos. Nu ook veel mensen, ook Vietnam. 98 was een noodoperatie. Was het Rome? In Rome, maar dat zou in Dublin zijn. Dus Dublin heeft teruggegeven toen Rome het overgenomen. Dus was geen groot succes. Rome was leuk, dat stadionnetje daar. Maar niemand in Rome, niemand wist ervan dat dus buiten de media is er plaatsvonden. 2002 GRS. Ja. Mocht ik ook meewerken, was ik sportdirecteur. Nee, dressuur ontspringen heb ik gedaan. Ja, dus fantastisch. Het was eigenlijk een fantastisch evenement, maar weinig geen geld meer. En dan spreekt u over 94, over Den Haag? Twee. Nee, 94 begon het al. Alle wereld eruit te spelen, hebben wij kalender gehad. Hè. Ja. Laten we doorgaan. 10, 14, het was 18, het was allemaal ellende. Ja. Gewoon, ik vind dat nu heel interessant, omdat u klinkt als iemand die het overal goed gedaan heeft. Maar Den Haag was het een... Maar voelde u dat dan komen? Nee, eigenlijk niet. Ja, ik was toen ook nog bleu, een beetje jong nog. Maar u had wel net toen Modena en grote, weet ik veel allemaal. Maar het sportieve verhaal liep goed. Mm-hmm. Ja. En mijn verhaal denk dat goed liep. Kijk, ik hoef niet eruit te zijn, maar dat zat goed in elkaar, denk ik. Ik heb ook een fout gemaakt, en ik zeg niet dat ik de heilige ben, maar dat gedeelte liep wel. Maar als de accommodatie niet klaar is, als de organisatie niet klopt, als er een shuttle is morgens om eruit af te halen, et cetera. Ja. Dat is toch zeer on-Nederlands, dat zoiets gebeurt. Dat is zo raar. Rotterdam, de mensen van Rotterdam waren bij Amsterdam. Er is zoveel goede jumpers in Nederland, denk ik. Ja, dat bedoel ik. En dat toen, maar ik denk ook dat wel een man daar verantwoordelijk voor was, die alles op zich genomen heeft en toen dat gezegd heeft. Ik ben CEO van de Sportbond en ik regel het wel. Maar die heeft niet gecommuniceerd en dat is het belangrijkste in het leven, communiceren. Ja. Goed. Ik vind het heel mooi dat je het zo vertelt, want... hoort erbij. Ja, absoluut. Allee, ik wil dat ook niet dieper... Nee, maar vind dat interessant dat zoiets kan... Minstens even belangrijk, want wie werd wereldkampioen 1994 springen? Franke. Wij. Ja, met een visse oog. Ja. Juist. Was er toen ook een Final Four? Ja, gelukkig wel. En wie zat er nog bij? En die vier? Louis. Michel Robert. Ah ja? Michel Robert, Franke. Jongens. Trouwens, heb je het al gevonden? Op Hippomundo staat nu een nieuwe feature. Zoeken, resultaten. En dan kun je historische resultaten opzoeken. Is mega schoon. Je kunt ook gewoon, zoals vroeger, boven het boek pakken en even kijken. Dan heb je... Ja. Ik ben er. Die Koen Terijn, die moet ons dus beginnen sponsoren, alles, of niet? Alles behalve de wereldruiter spelen, eerlijk waar. Nee. Ja, Olympische Spelen, Europees kampioenschap en wereldbekerfinale. Ja. Zeg. Ja, dan neem ik dus allemaal terug dan. Hè, we kunnen daar even boven in mijn bibliotheek kijken. Ja. Die Koen Terijn, die moet ons iets beginnen sponsoren. Ja, dat is... Hoe dikwijls hebben we die al vermeld? Ah, voilà. Dus, Koen, ja, bij deze. Ik weet dat je luistert. Ja. Shout-out. was dat dan... Wat probeer ik te verwoorden? Oeh, dat kwam er heel moeilijk uit. Een Nederlander die het grootste concours, de trots van Duitsland, gaat leiden. Ja. Dat klinkt wolf in schaapskleren, paard van Troje. Ik weet niet hoe ik het moet vergelijken, maar was dat een schokgolf dat een Nederlander dat mocht leiden? Dat ze dat niet in Duitsland vonden? Het woord leiden is met lang of kort bij u. Dat laat ik bij u. Nee. Het was een verrassing natuurlijk. En voor mij ook natuurlijk. Aken is natuurlijk altijd een begrip geweest om daar de leiding te mogen overnemen. Maar je komt in een warm bad. Hè. Zeker juist naar Den Haag, wat zo'n chaos was, kom je in een warm bad. Ja. Aken, dat is een organisatie. Los. Daar stond al wat. Als je neemt de shuttle, wat we net al genoemd hebben. Dat dit van generatie op generatie wordt dat overgenomen. En mensen die er al 50 jaar werken. Mijn zoon werkte en mijn kleinzoon werkte. Dat is zo'n zelflopende machine. Ja. Dat is ongelooflijk. Aken is een warm bad als je dan binnenkomt in die organisatie. Dan denk je, dat is goed georganiseerd. Een gespreid bedje. Ja, een gespreid bedje waar je binnenkomt. En dan ga je dat toch langzamerhand je eigen draai eraan geven, een touch. En krijg je meer verantwoordelijkheid. En
Dus dat was, ja, dat was ongelooflijk. Voor u mocht starten, waren er nog andere kandidaten voor die functie, weet u dat? Nee, niet dat ik nee geloof. Nee, oké, niet dat u weet. Ja. Heel makkelijk. Er werkte voor mij een oudere man. Dat was een beroepsmilitair uit leger. Die worden al heel vroeg, die mannen zijn ook maar 15 jaar met pensioen. Die beroepsmannen van het leger. En die deed dat, ja, halftime. Die, als hij het uit kan, organiseerde dat. Dat was nooit een beroeps-CEO geweest. Ja. En ik ben echt dat beroeps-CEO, dat was hun voorwaarde. 100% in dienst. Dan heb ik gezegd, na Den Haag kan dat. Ja. Dus ik ben fulltime begonnen om dat evenement te organiseren. En alle facetten. In die periode, kan u mij schetsen, hoeveel toeschouwers? Oh, dat was toen hetzelfde. 200.000 toeschouwers waren. Maar toen de tijd was het altijd al, eigenlijk altijd al, of voor mijn tijd, het grootste en beste en het mooiste geweest. En dus, ja. Dus dat was toen al het evenement van het jaar. Op welk moment is er beslist, heeft de stad Aken of, ik weet niet, de Bundesland of wanneer is er beslist geweest, we gaan daar een vaste tribune zetten voor 25.000 of hoeveel mensen dat er kunnen zitten, we gaan dat daar huisvesten en neerzetten, wanneer is dat? 1926. 1926, dat is 100 jaar geleden, hè? Precies, bijna 100 jaar geleden. Waar Aken nu is, de club bestaat dus van 1898, de club, maar vroeger was dat... Terug in mijn verhaal een beetje. Rennen. Rennen op de heide. Paarden. Renverein is zeker. Renver Aachen, ja. Laurensberger Renverein. En van die naam klopt maar de helft. Aachen, Laurensberg zijn ze al lang niet meer in dat gebied. Ja. En rennen doen alleen nog de medewerkers. Een vereniging. Ja, dat bestaat wel. Dus het was vroeger rennen op de heide. Toen zijn ze naar Aachen gekomen waar ze nu zijn. Sorry. Nee, geen probleem. Alleen wat niet boos op. En dus sinds 1926 wordt er daar waar nu gereden wordt, wordt gereden. Dat is nooit veranderd. Als je de foto's ziet van 1926, zie je nog steeds de contouren van het trein. En de eerste tribune zie je staan. Dus het is een stuk geschiedenis. Het is trouwens wel heel mooi. Ik weet niet waar ik hem ooit heb gezien. Is er eigenlijk tussendoor een Aken museum? Jazeker. Nooit geweest. Dat zal wel eens moeten binnengaan. Jongens, nooit geweest. Nee, nog niet. Maar ik heb wel ooit eens een foto gezien. Kunnen we daar samen eens naartoe met ons drie? Ja, zeker. Zou dat niet mooi zijn? Ik ben een beetje de vader ervan, want ik ben in Genève. Ik was in Lausanne, de FI. Ik heb dus helaas, ik heb heel veel tijd in FI gestoken. En daar ligt dus het fantastische IOC-museum. Ja. En daar ben ik gegaan. Daar zag ik het hele ruiterkostuum van Ludger Weerwang hangen. Ik zei, potverdorie, dat is mooi. En we hadden een vleugel over. Dat was na de Wereldruiterspelen. En toen ben ik idee gekomen om daar iets aan te doen. Want in Aken... We hebben dozen vol met boeken, ja. Foto's en mensen sturen de oude kaarten op. Van bij oma nog gevonden, bij opa gevonden. Dus we hebben daar heel veel gevonden. En daar hebben we nu een heel mooi museum van gemaakt. Dat zie je echt. In de Aken. Dat is het zadel van Hans Gunther Winkler. Van Halle? Van Halle, 56, ligt daar. Niks geld en stopte met rijden. Ik zei, Nick, ik moet voor jou je rijjas hebben. Als de bekker stopt, ik moet dat hebben. Dus ik ben een soort lijkenpikker. Als iemand sterft, ben ik er sowieso bij. Maar nu van Winkler hebben we heel veel gekregen. Ja. Heel veel winkelmateriaal natuurlijk. Maar John Maddox zei, ik moet van Biesje wat hebben. En dan krijg ik de ene krijg een zweep, dan krijg ik dit. Dus de rode jas, de laarzen, hoefijzers. De Walk of Fame, die kennen jullie wel. Ja. Dus dat heb ik ook een keer bedacht. De geschiedenis is, dat is een type, Aken is mooi, modern. Maar de geschiedenis is heel belangrijk. De history is zo mooi. Want daar wou ik toe komen. Ik heb ooit eens een foto gezien, denk dat je hem ook op Google kan vinden. Aken is ook op een gegeven moment, was ook gewoon een groot grasplein met een lint of een touw rond. En dan met wat houten tribunes links en rechts. Ja, dat zal om 1926 geweest zijn. Maar, en dat vind ik dan zo fascinerend. Dat is een van de oudste evenementen. Ik weet niet wat het volgende oudste evenement Dublin, is. Dublin is het alleroudste. Hey, dat zijn evenementen met vaste accommodaties, dat is prachtig. Maar die zijn ook allemaal ongelooflijk klein begonnen. En dat vind ik fascinerend in de wereld waar we nu leven. Laten we zeggen, de laatste 20 jaar, sinds de eeuwwisseling, het komen en gaan van evenementen, meteen op het hoogste niveau. Ik vind het, dat is wel heel mooi hoe dat die evenementen zich hebben ontwikkeld. Madrid is ook zo'n locatie. Jain, dat is het mooiste Duits woord. Ja, nee, jain. Geen ja, geen nee. Want Aken was de eerste keer al immens groot. De eerste keer al? Als je de foto's van het eerste evenement ziet, dan zie je duizenden mensen. Het hadden maar één probleem. Ze hadden een verlies van 180 Reichsmark. Dat was een financieel verlies. Dat is door de industriële opgewarmd. En die tijd al
een enorme, enorme mensenmassa. Ja. Dus van begin af aan, dus het is niet klein die mensenmassa is ja. altijd al daar geweest. Je foto ziet van 50, 60, 70 jaar geleden, er zaten meer mensen dan nu. Toen kennen ze nog geen wetten van 50 centimeter per stoeltje, ja, ja, ja. afstand en security, dat bestond niet. Hè. Dus eigenlijk is gewoon die mens altijd al geweest. En waar ligt de basis daarvan? Waarom was Aken toen al... Is dat streekgebonden? Is dat... Was daar weinig in die regio? Ik weet niet. De mensen, ja... Is dat toch omdat kort bij het Drielandenpunt en zo? Was dat toen al een ding? Dat kan eigenlijk bijna niet. Dat is daar begonnen en het is een traditie geworden. En, ja, ik weet niet. Waarom is Wimbledon zo groot? Zo'n klein dorpje, ergens bij Londen, waar het heilige tennis is en het heilige paardensport is in Aken. En altijd... de ware sport. Sport is belangrijk. Mensen, belangstelling. En dat is uitgebouwd. En Aken is uniek, hè? U wordt dan CEO van Aken, om het zo te zeggen. Het is ook zo. Vanaf wanneer durfde u... Was het moeilijk om eigen accenten te beginnen leggen? Goeie vraag. Toen de Nederlander dacht van... Ay, jongens, laten we dat nog eens proberen. Was dat... Jijn. Ja, jijn. Ja, heerlijk woord, hè? In het begin had ik natuurlijk nog... Er zaten nog mensen. Er zat nog een man van het bestuur. Toen het was een andere constructie. Die had daar een kantoor. En op een gegeven moment heeft Kapelman gezegd... De voorzitter zegt, moet dat veranderen, nieuwe structuur. Dus op een gegeven moment dat de oudjes er echt uit waren. 98. En toen heeft die man ook gezegd... Nu moet je alles werkelijk alleen doen. Dus de eerste 4, 5 jaar mooi gehad om in te werken. En toen heeft die meneer Fischer gezegd... Ik ben weg. Dan is 100 jaar Aken... Vanaf nu moet je echt alles alleen doen. Maar toen hebben we ook gebouwd en gedaan en vernieuwingen doorgevoerd. Toen kon ik echt helemaal veel doen. Mag ik dat vragen? Toen u begon in Aken, was u dan zenuwachtig? Dan moet u toch wel wat zelfvertrouwen hebben om zo'n project aan te nemen, niet? Nee, geloof ik niet. Nee, zenuwachtig of onzeker? Want het is wel het grootste, strafste... Dat is wel wat meegemaakt, hè? Ja, maar ook Den Haag natuurlijk. Dus het is dubbel. En je komt wel... Op het grootste en het strafste. Maar het is makkelijker om iets slechter te maken dan zoiets groot beter te maken. Dat is een feit. Ja, stress hoort er altijd bij, maar... Maar het feit dat u zal wel dadelijk gevoeld hebben... Ik kom hier in een warm bad terecht. Ja, je komt in een warm bad. Heel mooi. Dat gaat toch ook heel veel verschil maken, niet? Ja, dat kan wel. Je wordt op een gegeven moment toch goed opgevangen en goed geaccepteerd. En nieuwe frisse wind, was veel mensen wel goed... Want in Duitsland, vroeger werd iedere brief die eruit ging, dan moest de secretaresse komen en dan werd het gedicteerd. Ja? Dan moest een brief naar het Bundeskanzleramt en dan werd daar woord voor woord gedicteerd. En toen hadden ze nog geen computers. Hè? Toen ik kwam, één elektrische schrijfmachine. Dus dan kon je dus zin, maar verder niks. En ik heb gezegd, jongens, mevrouw A of B, die brief moet weg en dat is de inhoud. Maak maar. Mijn Duits was sowieso nog steenkolen Duits. Ja, dus ik zet die mensen verantwoording geven, laat de mensen meedenken. En niet van, wij zijn de medewerkers, wij mogen doen wat er gezegd wordt. Nee, meedenken alstublieft. En dat was nieuw voor de mensen daar. Zelf denken, zelf initiatief nemen, dat mensen uitdagen, moet je altijd, denk ik. Hoe zou u zichzelf omschrijven als manager? Bent u een people manager? Bent u een... Was u de verkoper? Was u goed in de marketing? Marketing was niet direct mijn afdeling. Nee, dat was niet direct. Deed ook wel natuurlijk, maar daar hebben we een speciale afdeling voor gehad altijd. Dat was niet... Dat geloof ik. Dat hoorde er wel bij natuurlijk. En ja, altijd, je kent de mensen in de paardenwereld. Trouwens, dat marketing bedreven moest worden. En het had iets met paarden te maken, moest ik mee. Met paardenmensen moest ik altijd mee. Ja, maar ik vind het wel een goede vraag. Was u dan iemand die banden smeedde op bureau? Of was u een visionair, als ik dat woord mag gebruiken, dat is ook altijd gevaarlijk, maar in termen van locatie en faciliteiten, waar lag uw kracht, denkt u? Dat toch te communiceren. Mensen motiveren. Mensen werken samen aan een project werken. Ik sta altijd vooraan met mijn lelijke kop. Maar het is het team wat altijd gedaan heeft. Dus... Niet Frank Kemperman, het is het COH heeft het gedaan. Ja. Samen hebben we nieuwe ideeën, nieuwe stadions gebouwd, nieuwe evenementen binnengehaald. Ja, het is niet een ik-show, het is wij. Schuilt toch wel Louis van Gaal in u? Nee, want... Nee, Louis, dat is het omgekeerde. Dat is ook jouw manager. Ja, dat klopt wel. Wel mensen motiveren en de mensen achter u scharen. Dat kan hem wel, scharen, natuurlijk. Ja. Toch? Ik ben het maar niet met Martinez vergelijken, want dat was niet mijn man. Nee, de onze ook niet. In 2000 maakte u nog een uitstap.
was u stadium manager in Sydney. Ja, ik ben A, ik heb een contract getekend. Ik mocht daar altijd 2 evenementen erbij doen. Dus ik heb Maastricht was daar toen. En ik had een andere vrijheid gehouden, maar 2 evenementen mocht erbij doen. En als er wat bijzonders voorbij kwam, kon ik altijd praten. Dus ik heb toen de tijd kwam de vraag van de FII of ik kon helpen in Sydney. Dat liep allemaal een beetje moeilijk. Er was weinig know-how van de paardensport. En ze hebben mij de vraag, kun je mee als, naar de Olympische Spelen toe als adviseur? Dus ik ben daartoe gegaan. En na 2-3 weken zei Frans Venhoos, de grote baas, jij wordt stadium manager. Dus dan heb ik alles geheeld wat in het grote stadion plaatsvond. Ja. Echt? En dat was... Ja, en, dus... Maar dus het grote stadion... Zin... paardensport, sorry. Maar daar ligt natuurlijk, en nu komt de kat op de koord en de aap uit de mouw, dat is waarom dat dubbel dat we hem voor naar hebben gewonnen. Hè. Yes. Yes. Ah, ja. En met die foto en zo. Ja. Wie heeft dat allemaal geregeld? Ja. Ik heb het een en ander kunnen regelen. Maar dat dacht ik al. Nee, dat was fantastisch ook. Ja. Ankie succes en Nederland succes. Nee, dat was een Nederlandse fantastische week natuurlijk. Ja, enorm. En Sydney was fantastisch. Hè. Mooi evenement, dat was droom. Ging je dan ook altijd naar het Oranjehuis? Niet altijd, maar we zijn wel s'avonds veel naar de Harbour, Sydney Harbour. Daar gebeurde het, daar was altijd feest, dat was fantastisch. Was dat dan ook de basis voor 2006? Of was die al vroeger gelegd? Nee, Olympisch Spelen organiseren is een makkie, hè. Dat is zo makkelijk, Olympisch Spelen. Want alles wordt geregeld door het IOC. Je mag geen kaartje verkopen, dat is allemaal. Dat is allemaal zo ingewikkeld, Olympisch Spelen. Dat is onmogelijk om iets te regelen in het begin. Later kun je het meer regelen. Bijvoorbeeld, jullie kennen ze ook wel, die Nederlanders hebben vaak die muziekband, Kleintje Pult, zo'n toeterband. Ja, ja, ja. Ja, en het is Pieter Heijmakers, die zegt, Frank, je moet wat voor me doen. Ik zeg, wat moet ik doen? We hebben Kleintje Pult, dus hier, Kleintje Pult. Ja, die muziek, toeteraars, die moeten binnen. Die mogen niet binnen. Ik zeg, Pieter, gaat niet. In het stadion van de Olympische Spelen? Ja. Ik zeg, Pieter, gaat nooit dit en dat. Die moeten stil zijn. En dat gaat niet. Gij kunt er regelen, zegt Piet. Gij kunt wel regelen. En inderdaad, na 3 weken Olympische Spelen kun je steeds meer een beetje de weg. En die heb ik dus binnen gesmokkeld. Ja, dat was fantastisch natuurlijk. Dus je leert steeds meer Olympische Spelen als reden. Maar Olympische Spelen is makkelijk, hè. Want alles wordt van A tot Z georganiseerd door het IOC. Alleen de sport. De hele sport. Heb je geen verstand van. Ja. Je hoeft niet met tribunes, je hoeft niet met controle. Je hoeft nergens mee bezig te houden, alleen de sport. En er zijn maar 75 paarden springen verder. Dat is een makkie. Olympische Spelen is niet zo moeilijk. Ja. Dat is om te organiseren. Alleen, je praat met... Dat zit niet op. Dat is niks voor u. Allemaal mensen die nooit iets gedaan hebben. In Parijs, dat is zover toch niet? Ik heb toen heb jij en François ook. Ik heb andere ambities voor Parijs. Ik snap het. Ja? Welke? Ah ja, nee, oké. Niet deelnemen trouwens, niet deelnemen. Wie kwam er het idee, we gaan in Aken de Wereld Ruiterspelen organiseren van 2006? Eigenlijk niet zo moeilijk, want Aken is altijd al nergens in de wereld. Zijn er zoveel WK's, EK's georganiseerd als in Aken. Als je het lijstje ziet, 55, 56, 74, 78, 86. En zoveel weken, nee, 74 niet. Er zijn zoveel WK's georganiseerd al in Aken en EK's. Dat de place voor kampioenschappen. Nergens anders in de wereld zijn er zoveel kampioenschappen georganiseerd. Dus regelmatig kampioenschappen binnenhalen was voor Aken belangrijk. Ook voor de bouw, want alle grote bouwobjecten werden mogelijk bij WK's. Dan kwam er geld binnen van het ministerie. Ja. Verder kreeg Aken nul support van de overheid. Nul. Nu ook nog? Nul. Altijd al. Alleen voor grote bouwen. Maar als je grote bouwzaken hebt, dressuurstadion bouwen of tribunes bouwen, dat is allemaal. We hebben toen voor 30 miljoen gebouwd. In 2006. Maar dat was mogelijk en dat was een extra magneet. We kunnen weer eens een keer een WK organiseren. Wat is er dan bijgebouwd in 2006? Sorry. Heb je een half uurtje tijd. De hoofdtribune is verlengd. Ah, ja. Alles waar nu het perscentrum is en dergelijke, dat weten jullie wel. Ja. Daar stond vroeger een heel kleine richtertorm. Dat is alles afgebroken. Dat hele gebouw is toen gebouwd in 2006. Ja. Er is voor 5 tot 6 miljoen euro in de grond gestopt. Infrastructuur, leidingen, et cetera. Ja. We hebben al dat soort dingen. We hebben daar zo'n die wegen zijn aangelegd, hele nieuwe structuur. Dat is voor 30 miljoen gebouwd. Dat was een is dat Aken 2.0? Aken 2.0, oké, we hebben gebouwd voor de wereld te spelen, maar eigenlijk alleen maar voor het CO. Je investeert voor de toekomst. Ja. Ja. Altijd weer geprobeerd in Aken om een goed financieel jaar te draaien en geld te investeren in de toekomst. Als er geld over is, gaat dat niet naar mijn zak,
ging het niet. Het werd geïnvesteerd in het evenement. En dat was belangrijk. Ik vind het altijd zo fascinerend dat iets wat... u bent CEO van iets wat in ons hoofd maar 7 dagen per week ja. is. 7 dagen op een jaar. Zeven dagen op een jaar is. Of wat gaat daar meer schuil achter? Hoe krijg je dat, financieel rond om, ja, om zo'n bedrijf draaiende te houden, gewoon met 1 week... sport, ja. Inkomsten. Ja. Hoe kan een tribune van 25.000 plaatsen... Hè, want als ze nu, ik zal maar zeggen, als het WK voetbal is in land X, dan gaat het er toch altijd over om de stadia die gebouwd worden, om die toch een functie toe te kennen na dat het WK en het toerisme en alles wegtrekt. Hoe kun je dat dan levendig houden? Zoals in Aken, zo'n tribune met enkel 7 dagen op het jaar. Mark, u is er vragen? Tuurlijk. Hoe vaak is het kerstmisbuurthuis? Een heel week lang. Dat is ook precies zo raak. Eén keer op jaar. Precies. Heel, heel makkelijk. Ja, dus dat zeg ik altijd. Maar ja, Aken is uniek. En het geld wordt verdiend in die 10 dagen. Want de eerste weekend is voltigeren en er is altijd een ander. We hebben 10 dagen evenement. Ja. Maar het geld wordt dan verdiend. Ja. Maar er zijn 100 dagen per jaar, dus een derde, ongeveer een kwart, waar er evenementen zijn in Aken. Ja, okay, of het een Western event is, of Welsh Europees kampioenschap, Western Riding. Er zijn zoveel evenementen. Ah, toch. En Aken heeft een eigen campus opgezet waar de jonge mensen geschoold worden. Ja. Dus een tal van evenementen zijn daar. Maar die daar wordt geld verdiend. Is het een... u mag zich gerust nee antwoorden, ja antwoorden. Of is het onbeleefd om te vragen wat het budget is van een... Circa 20 miljoen euro. 26 miljoen? 20, circa 20. Circa 20 miljoen, ja. Op een jaar, om het grapje. Ja. Dat is grapje, wel. Ja. Ja, ja, nee, om nee, nee, maar... Het is, dan moet het ook... ja, dan moet het ook gewoon elke keer vol zijn. Moet er ook elke keer op zijn, hè. Maar ja. Ja. Dan moet er geen COVID komen. Ja, ja. We maken een sprong naar voren. We komen straks nog wel eens terug naar achter. Maar u begint over COVID. Was er paniek? Paniek? Dacht u... Wat ging er door uw hoofd? Ja, je kunt je niet voorstellen dat het werkelijk niet kan plaatsvinden. Dat kun je je eerst niet voorstellen. COVID is voor mij begonnen in Den Bosch. Ja, klopt. Oh. Zetterenbos, ja. Waar ik ook sportdirecteur ben. En waar alles is opgebouwd. En er niet als een Aken, daar staat dat. Er stond helemaal, wij beginnen met leeghalen. We bouwen alles op, juist op Mechelen. En dan is alles klaar. De standhouder zijn er, de paarden hebben getraind. Alles is klaar en klaar. En dan zegt het ministerie, no event. Dus dan wordt alles, iedereen kan naar huis. Ik heb de ruiters moeten meedelen, je kunt weg. 1 uur voor het begin van de World Cup dressuur. Dus... Je denkt, dat kan niet waar zijn, COVID. Hè. Maar het zal wel over 2 weken over zijn. En zo, maar op een gegeven moment werd het steeds serieuzer. Dan ga je het evenement verplaatsen. Wat zijn, dan ga je allerlei draaiboeken opstellen. Hè. Plan B, et cetera, et cetera. Maar hoe ga je met het publiek om? Hè. Van mondkapje tot desinfecteren, weet ik wat allemaal. Uiteindelijk is het een nee, geen evenement. Maar toen was er al zoveel in de wereld met COVID aan de hand, dat je het eigenlijk wel begrip voor hebt dat het niet kan. Maar binnen denk je dat kan, dat is over 2 weken, is dat voorbij, die onzin. Die griep. Ja. Die Chinese griep. En zo dachten we binnen allemaal, hè. Dat is niet, neem je niet serieus. U bent dan CEO van dat bedrijf. Heel veel CEO's hebben mensen moeten ontslaan, kwamen in de problemen. Zijn jullie zo ver moeten gaan? Nee, nee. Niemand. Nee. Altijd team. Natuurlijk wat minder gewerkt, allemaal. Maar als nooit iemand ontslaan, nooit. Was er ooit noodzaak? Of is dat, hoe loopt zoiets binnen, uw organisatie? Wordt er dan met iedereen samen over gezeten? Jongens, als we de last met z'n allen dragen, is het minder zwaar? Of hoe? Heel makkelijk. Als je een evenement organiseert, moet je naast als Aken hebben reserve. Je hebt een reservebudget. Theoretisch moet je 1 evenement kunnen organiseren. Extra, financieel, dat is niet makkelijk, maar je moet een reservebudget hebben. En je gaat met alle partners aan tafel. Er zijn sponsors, wat gaan die doen? Leveranciers. Luister, u levert al 20 jaar, weet ik wat, tribunes in Aken. Of je levert stro en hooi. Hoe gaan we het regelen? En goede partners zeggen dan, oké, dit jaar sturen we een rekening. We hebben het niet geleverd of we hebben het deeltelijk geleverd. Maar ja, je hebt een hoop kosten. Het lopen er al. Vaste personeel. 30, 40 man loopt door. Dus ja, het is verschrikkelijk jaar met verlies. Mogelijk veel verlies, maar ja. U spreekt over het personeelsbestand.
ik las ergens, het is wel enorm uitgebreid onder uw bewindheid, mag ik zeggen. Ja? Van waar ja, laten we bij uw afdeling beginnen, pers. Toen ik kwam, media, toen ik kwam was er een mevrouw van de Aargese krant, die kwam één keer in de twee, drie weken voorbij. Is er nog wat nieuws? Kan ik dat schrijven? Nee, Helga, het is oké. Oh, mooi dat hij ook Helga heet. Ja. En nu, 30 jaar later, nu werkt over 10 mensen in de persafdeling. Maar ook de 2006, waar we het over gesproken hebben, social media, bestond niet, hè? Ja, nee. Begonnen we net met internet, daar hadden we al. Maar het hele social media zijn nu 3-4 mensen fulltime bezig. Alleen op social media, vaak. Fulltime. Ik vind trouwens wel als ze het goed doen, social media. Volg jij, Aken? Ja. Oké. Okay. Ja. Maar dat is dus werk van 3-4 mensen, fulltime. Voor 1 evenement per jaar. En al het andere wat ze erbij doen, maar het is zo gegroeid. En ja, toen ik kwam was het zo klein. De sportafdeling, we deden geen openingsceremonie. Het is allemaal zo gegroeid. Steeds de meer openingsceremonie werk, is onder u gekomen. Ja, dat wordt allemaal bij. Ja. Wanneer zit de kurkentrekker? Zit in de opening of in de afsluiting? De opening. Eén keer geweest, hè? Ja. Nee, 2 keer nu. Twee keer. Want natuurlijk 1 keer België, Partenland wilde ik. Dat ging natuurlijk niet in België. Dus het is Vlaanderen, Partenland geworden. Kunt u als nee. Ik ben een importbeller. Oh, nee. Ja, dat was natuurlijk niet zo makkelijk. Ik wilde naar Brussel en ik zeg, bedankt, België, Partenland doen. Niet zo makkelijk. Nee, maar ik heb bij Chris Peters terechtgekomen. Toen was het makkelijk. Ja. Chris Peters, Paardeman, dat was het. Ja, toen ging het makkelijk, maar het werd Partenland Vlaanderen. Ja. België is natuurlijk niet zo makkelijk als Partenland. En dus zo is dat gedaan. Vond ik trouwens wel mooi. Als je Frank Kemperman in Google, want in ons vooronderzoek, dan krijg je dus wat ook... Wat zou dan het eerste zoekresultaat zijn? Dan krijg je dus ook LRV. Mag ik ook nog wat water met de Kemperman? Ja, kost niks. Dank je. Dat gaan we allemaal doen. Dan krijg je dus ook een resultaat van LRV die Frank Kemperman bedankt bij het einde van zijn carrière, omdat Frank Kemperman de kurkentrekker in Aken heeft binnengehaald. Mooi. Ja, ik moet de LRV bedanken, want dat was fantastisch natuurlijk. Hè, dat is. Ja, en ook al zit het soort verhaal achter, want eigenlijk is het absurd. We zwijmen over Aken, jullie zijn allemaal Aken-fans. Ja. En toch zeg ik, zoveel Vlamingen, laten we maar Vlaanderen blijven nu, die toch wel eens een keer voor Aken maar nooit naartoe gaan. Hè. Hoe kan het, hoe kun je in godsnaam niet naar Aken gaan? Als je zo hier woont in Vlaanderen, dus als je helemaal aan de Franse kant woont, dat is misschien 2,5 uur rijden, maar... Waarom zou je niet naar Aken gaan? Om dat 1 keer te beleven. Ik kan paardenmensen oproepen, niet voor mij. Ik verdien nog geen cent meer. Ik heb een idee. Ga in godsnaam, maak 1 keer Aken Ik mee. Heb een idee. Ik ga het eerst zeggen, omdat het heel vaak uitverkocht is. Wij zijn mensen van de last minute. En dan is Aken gewoon uitverkocht. Ja, maar goed. Dan moet je Duitse gründigkeit een jaar van tevoren kopje te kaarten. Voor de top evenement. Hè? Maar als het dan weer COVID is, dan krijgen we ons geld niet terug. Nee, je krijgt geld altijd. Je geld wordt voor geld. Oh. Duitje gruntigheid. Mag jij hebt een idee, Louis? Nou, ben ik er niet. Ik heb een idee. Ja, redelijk logisch ook. Hè. Een echte podcast. Ay, we beginnen nu toch wat te groeien en zo. Hè. Meer dan 1000 volgers. En ja, 1035 daar straks kijken. Moeten we dan eens niet een giveaway doen? Zijnde van dag X van het CHIO Aken 2023, kunnen we dat regelen? Zo... Of misschien, we kunnen dat straks nog bespreken. Of met onze community zo eens naar het Aken Museum gaan. Ja, precies. Nee, naar het Jumping en Museum. 2 mannen en een paardenkop. Zo. We maken een dag. Ik heb niks te vertellen, dank. Ja. Wel, ik heb niets te vertellen. Maar dat zou goed zijn. We moeten de mensen aan toehalen. Ja, dat gaan we doen. Dat moet je een keer beleven. Ja. En dan moet je niet op de VIP of zo, gewoon de business of zo. Nee, je moet in de massa. Ik heb het goed. In de tijd van Ludo, de grote tijd van Ludo met Darko, dat kennen jullie ook nog wel. Ja, dan gingen de bussen naar Göteborg. Ludo trok bussen supporters mee, hè? Ja. En toen kwamen dat je een hele groep Belgen met elkaar met vlaggen in rood. Dat was fantastisch, hè? En dat hebben we niet meer, hè? Het is trouwens iets anders, Louis. Sorry dat ik u daarvoor onderbreek. Ik vind dat we een oproep moeten lanceren. Ik vind dat er in de Neckerhal Belgische vlaggen moeten wapperen. Dat, Genève gezien? Ja. Ja. Dat is zijn misschien niet zoveel gebruikt dit jaar. Wat was er iets de laatste weken? Zijn niet zoveel gebruikt, die vlaggen? Die... Nee, die zijn, maar 3 wedstrijden. Oh, gemeen, hè? Ja, gemeen, hè? Ja. Nee, Import-Belg. Ik vind wel, we moeten een oproep lanceren. Louis, die camera, jij moet een oproep lanceren. In Mechelen. Ja, omdat jij recht voor de camera zit. dat mensen naar Mechelen moeten komen met Belgische vlaggen. Ik wil Belgische vlaggen zien. Louis, dat is je camera. Beste vrienden, als jullie dit zien of horen... gelieve Belgische vlaggen mee te nemen. En niet 1, niet 2, maar liefst 3 als je naar de Neckerhal komt tussen 26 en 30 december.
Nog iets? Is perfect. Echt okay. Waar. Ik ben echt benieuwd. Of en als je het niet doet, hè? Niet binnen. Is het ook goed. Niet binnen. Dan blokkeren wij je op Instagram. Zo is het. Is in Nederland een evenement, in Zwolle, dacht ik, waar mensen die met klompen binnenkomen, die komen gratis binnen. Ja. Je kunt het, je, Mechelen moet ze eigenlijk doen met Jolant of... Ja. Carolien, luister niet mee. een pintje van hem. Maar, zal een goed idee zijn. Maar ik ken evenementen, ik heb toevallig de laatste week iets gezien, die huren mensen in om herrie te maken. Ja, maar daar doen we niet aan mee. Nee, nee. Wij Mechelaars. Herrie niet, hè? Nee, nou, herrie maken we vanzelf wel. Dat is geen probleem. Na 4 uur 's nachts. Nee, je bedoelt niet in de bar, maar bedoel op de tribune. Dat zou fantastisch zijn, hè? Jaren dat Ludo won met... Ik weet nog goed dat tribune. Ik denk, die valt in elkaar, die tribune. Ja, maar dat waren geen ingehuurde mensen. Dat was wel... Dat was echt... Dat was de goede oude tijd, hè? Ja. Oh, ja. We doen zo de harde kern van de KV op de A-tribune en de harde kern van Racing op de andere, andere kant. Verkeerde club. Ja, dat is het. Dat is het. We zijn met Genk van hier. Hè. Ah, ja. Mag ik daar nu eens even op inpikken? Mag ik daar nu eens even op inpikken? Ja. Maar je spreekt nu over Genève en je zegt, er zijn zoveel vlaggen en zoveel... Maar Zweden ook altijd, hè? Göteborg. Van de vlaggen. Ja, fantastisch. Ja. Maar weet je wat je daar dus hebt? En dat is misschien een soort andere discussie. En ik wil u... kijk of uw blik daar wel eens op weten. In Genève is bijvoorbeeld zo, als Martin Fuchs binnenkomt, ja, misschien valt er wel wat meisjes flauw of zo. Allee, daar is echt een soort idolatrie rond bepaalde figuren. Maar dat hebben wij vandaag in België. Allee, ik vind, we hebben dikwijls discussie over waarom breekt de paardensport, sorry, ik ga een heel andere weg in, hè. Waarom breekt de paardensport internationaal? Waarom kan dat niet tot op de hoogte van tennis of Formule 1 of weet ik veel wat geraken, ondanks de vele goede initiatieven en bedoelingen die er zijn, komt dat ook niet door het feit dat we in onze sport dat het heel moeilijk is om voor één bepaald iemand volledig te supporteren en gek van te zijn, want de kans dat die dat weekend wint is maar 1 op 40. Als je voor de voetbalsupporters is de kans dat je ploeg wint is 1 op 3. Ze kan verliezen, ze kan gelijk spelen of ze kan winnen. Is het niet zo dat je het fandom creëren in onze sport, is dat niet extreem moeilijk? Ja, we hebben sterren nodig, stars. Ja. Neem voorbeeld Ankie van Gunsven. Ja. Als je 25 jaar geleden in Nederland dressuur zei, dan zijn ze allemaal, laten we lekker slapen thuis. Heeft je het? Ankie heeft iets gecreëerd. Stars hebben we nodig. Ja. We hebben de Milton. Iedereen in Duitsland praat nog steeds over Winkler. Het is niet normaal, die man. Dat is 70 jaar geleden dat hij succesvol was. En ze kennen nog allemaal. Sterren in de sport, die hebben we nodig. En daarom is het belangrijk dat we sterren hebben. Maar je moet ook sterren zijn. Mensen die een medaille winnen een keer, die moeten ook sterren. Ankie, ik heb nog geen ander voor. Ankie, die zat iedere avond bij ergens op televisie in een programma te kletsen. Reclame te maken voor haarzelf, voor de sport. Ja. Die heeft er ook van geleefd. Ankie zei 50% paardrijden, 50% PR. Dus als mensen een keer wat winnen, neem Jeroen. Jeroen is een fantastisch de beste ruiter in Nederland. Maar dat is nooit een man geweest die graag in de PR staat. Dus we moeten sterren hebben. Ja. Dat was Ludo. Dat was de eenvoudige jongen. Dat was iedereen ging achter Ludo aan. Ja. Ja, ja. En de jongens van hem, ja, weet ik wie. Maar we hebben zoveel goede ruiters in België, maar niet één groot. Maar het kan ook een paard zijn. Hè? En ja, Explosion mag King een paard Edward. Zijn. King Edward bijvoorbeeld, die trekt toch mensen naar de zaal? Ja. Als King Edward nu naar Mechelen zou komen, zou er dan niet toch mensen zijn die zeggen, oh, King Edward doet wel mee. Ik zal u het voorbeeld geven. Hier in Lanaken heeft Cazal jaren zijn voorbereiding gesprongen en daar kwamen geen mensen naar de Z-tour kijken. En Cazal was hier. Dus, maar dat is ook, sorry. Maar, dat vind ik ook niet. Nee, Cazal is... De Z-tour is natuurlijk een fantastisch trainingsinstrument. Ja, maar ik wil maar zeggen, zelfs geen fokkers kwamen naar Cazal kijken. Die gaan dat wel geweest, we staan maar niet verkeerd, hè. Maar... Nee, oké. Okay. Maar ik denk... Ik praat over grote sterren. Ja. Milton, Charlotte Duchardin, wat heeft hij in Engeland veroorzaakt? Charlotte Duchardin was ook zo'n ster. En dus gaat het, denk ik, over het overaanbod. Wij hebben in België een overaanbod aan wedstrijden enerzijds, en ook een overaanbod aan ruiters, aan topruiters. Kies maar, hè. De Philippaardbroers. Nu geniaal, gewoon Gilles Thomas, Pieter Vos, Gregory Watley, Niels Bruinsels, Guichet Rongeri. Je kunt er 10 op noemen. Dus, het is wilde, maar je moet zien dat je... Het is makkelijker om één topper te hebben en die je daar adoreren. In te zoomen. Maar die moet je ook creëren. Hè? Stel, als een Haaland, of noem maar wat, een nieuw media
Ze hebben een, of het VTM, weet ik wie, die gaan hem lanceren. En zeggen, we pakken Gilles Thomas. Of ja. Een niet zo goed voorbeeld voor Vlaanderen. Maar pak een Vlaming. Ja, maar Gilles Thomas is Vlaming, ja. Is dat Vlaming? Ja. Maak een mooie, populaire jongen, of meisje, die veel wint. Het King Edward niveau, die alles wint. En creëer die, sterren kun je creëren via jullie, via praatprogramma's. Als je die elke avond in, weet ik wat, in een televisieprogramma zet, dan worden ze belangrijk. Dus je moet ze ook creëren. Ja, moet sterren ook moet je creëren. Die kun je aanduwen en aantrekken tegelijkertijd. En dan wil iedereen ze zien. Die maken ook hun eigen kleding. Ankie was daar een super voorbeeld van. Enorm. Ja. Ik weet nog, ik heb het... Wat er vroeger thuis... Ik heb nooit een PlayStation gemogen thuis. Of ik heb nooit een echte DVD-speler. Maar we hadden dan toch voor in de auto zo'n draagbaar DVD-spelertje gekregen. Ja. En Ankie heeft ooit zo series, DVD's uitgebracht over hoe te bandageren. Over hoe te... Ah, dat is grijs gedraaid, hè? Ik ben trouwens wel heel blij dat jij ook geen PlayStation hebt gekregen. Ik werd laatst, afgelopen zaterdag, nog uitgelachen dat ik nooit op de PlayStation heb gespeeld. Zegt me niks. Mijn vrienden die het wel hadden, die waren mij zo moe gezien, dat ik dan altijd daar hing om op de PlayStation te kunnen. Ah ja, zo. Ergens ben ik mijn ouders wel dankbaar. Of er was helemaal niks van mij gekomen. Bea is het, hè? Bega gaat trots zijn. Laat ze maar kletsen. Sorry. Maar over sterren. Het is een heel mooi bruggetje, waar ik het wel over hebben. Het nadeel van sterren is dat ze ook kunnen vallen. U heeft in uw periode... Aken groeide en Aken werd sterker en sterker. Zo'n goed bruggetje. Maar, ja, echt, hè. Maar u heeft wel wat meegemaakt. 2004, de Beerbaum-affaire. 2008, de Aalman-affaire. Dan nog wat dressuur-issues. Nu, in de laatste jaren, de struikgewasfotografen. U heeft het eigenlijk niet makkelijk gehad, denk ik. En hoe groot is de knauw geweest op Aken en populariteit van de sport in Duitsland omwille van die twee dopingaffaires? Die waren niet zo. Die hebben niet in Aken plaatsgevonden. Sorry. Nee, maar dat was... Dat viel wel mee in die tijd. Dat was Bildzeitung, toen ik klopt dat op. We hebben de laatste jaren meer problemen, wat een actueel probleem in onze sport is. Mogen wij over 20 jaar nog op een paard zitten? We hebben een podcast over hoe paarden in de wei lopen. Mag er nog omheining omheen staan? Dus de belangrijkste zorg voor ons allen is dat we de paardensport mogen behouden, dat we nog mogen rijden van bepaalde mensen. Want bepaalde mensen mogen niet op paard zitten, mogen niks in de mond hangen, mag je niks meer. Dat is de grote zorg die we hebben. Maar je hebt altijd mensen die proberen te protesteren. We hebben de PETA's, die ken je, je weet dat ze willen protesteren. Dat zijn zorgen die je hebt, maar je moet er zelf ook reageren. Neem het hele verhaal Low Deep Round, dus het dieprijden, de rolkuur heeft een naam. Daar heb ik ook in de werkgroepen gezeten van de FI. Op een gegeven moment hebben we gezegd, we moeten de mensen informeren. Dus we hebben een aantal stands neergezet, een infosteward, waar iedereen naartoe kan aan de pers en iedereen kan zeggen, wat daar gebeurt, dat is niet in orde. Dus dan leggen die mensen uit waarom het wel in orde is. Waarom we een reglement hebben, wat goed is, wat niet goed is. Dus je moet zelf actie ondernemen en niet wachten. Wanneer springt er eentje erin? Dus je moet zien dat je moet er agressief mee omgaan. Je moet zelf interviews geven en zorgen en naar voren gaan zeggen, wat doen wij met onze paarden? Dus je moet niet terughoudend wachten. Wanneer springt er een half naakt in de piste? Dat is pas weer gebeurd in Leeuwarden. Dus je moet zelf actie nemen. De mensen inlichten, met de pers praten. Proberen dat verhaal aandacht te geven. Dat wij goede reglementen hebben. Goed met ons paarden. Fair play belangrijk is. Welfare of the horse belangrijk. Dus we moeten de wereld verkopen. Wat wij doen met onze paarden goed is. En als we niks doen, dan krijgen we het moeilijk. En dat zijn allerlei acties die gebeuren. En we moeten natuurlijk zelf niet zo stom zijn om acties met barrieren, weet ik wat, te doen. En dan krijg je al die discussie over, dat moeten we proberen te voorkomen. Ja. En ruiters in Aken zitten de eerste dag, de ruiters zetten we bij elkaar, de jongens. Er staat hier een hele kudde met pers om ons heen. Iedereen heeft zeker een gsm. Iedereen die wilt wat filmen. En bad news is good news. Ja? Als wij zeggen, Aalman wint de Rode Prijs van Aken, dan komt dat hier en daar in de krant. Maar als we zeggen, Aalman heeft wat uitgevreten wat niet mag, dan sta je in alle kranten te voorpagina. Dus wij moeten zelf zorgen dat de ruiters wakker zijn. Dat ze, ik weet, ik sta aan de schijnwerpers. De ruiters zijn het belangrijkste. Dat deden. Ik hou me aan de regels. Ik ga goed en ver met mijn paard om. En wij, de organisatoren, de media, wij moeten de mensen informeren dat wat wij doen met de paard, dat goed is. En dat is een podcast op zich, of twee podcasts, want dat is een heel belangrijk onderwerp voor de toekomst. En dat is met Ingmar de Vos, die heeft ook heel veel werk ingestoken nu. Dat is het hoofdthema voor de toekomst.
is trouwens wel een gast voor onze podcast. Moest ik maar een paar dagen in België blijven na de... Nou, oké, voor nu, dat is iets anders. Anneliens, krijg je dat op? Ja, maar Engmaas natuurlijk... ja, dat is de toekomst van de sport. Dus ja, absoluut. Goed, onderwerp van Engmaas, wat ik in dat bestuurd heb. Ik zal het hem zeggen. Maar ik vind dat nu wel iets... Mag ik nog heel even? Ja, tuurlijk. Die hokjes, die kraampjes, die stands, kwamen daar dan ook mensen naartoe? Nu hebben ze echt zo'n stand invloed bij de inrijdterrein. En werd dat gebruikt? Ja, kwamen er mensen dat vragen? Gemaakt, ja. En de steward wordt aangesproken. Steward zijn dan, die spreken welke taal spreken die? Die zijn ook buitenlanders bij. Steward zeggen, oké, for your information, go there. Het is toch zo belangrijk dat we erover over praten, hè? Dat je de mensen niet de kans geeft, niet als ze het slecht bedoelen, maar om een verkeerd beeld in hun hoofd te laten ronddraaien en malen en groeien. We doen aan zich niks verkeerd, je moet het ze alleen op de juiste manier meegeven. We hebben natuurlijk allerlei soorten publiek. We hebben de vakmensen, die precies die van jumping naar jumping gaan, en de fokkers die alles precies weten hoe het zit. We hebben ook veel leken. Ja. Mensen die nog nooit op een wedstrijd geweest zijn, dan zien ze daar iemand een keer met een zweep tikken. Hoi, wat gebeurt daar? Een ander heeft heel veel in de mond hangen. Ja, en dus dat soort... En neem het voor de blood rule, de belangrijke rule. En dressuur is makkelijk, ergens bloed eruit. Bij jumping komt het ook bijna. We kunnen die verkopen dat een paard met bloed in de piste loopt. En dat is, wat was de Olympiade in Tokio, ook wel slechte beelden. Dat moeten we voorkomen. Gewoon de jury moet aan de bel trekken. En het maakt niet uit wie het is eruit. Als het slechte beelden zijn, niet goed voor de image op de sport. Sorry. Klaar, ja. Dat hebben we nodig. Maar dat is eigenlijk een heel ander onderwerp. Ja, het heeft niks met jou te maken. Dat is een aankoop ook belangrijk geweest. En een belangrijk deel van het werk, de sport te verkopen. En dat is binnen de FI ook. Hè. Want er is geen evenement zo groot als Aken. Welfare of the Horse zit in op het drielandenpunt. Het leeft enorm hard in Nederland, helaas. En ze doen het op een absurde manier. Heeft u er van wakker gelegen? Van die mensen die zo'n dingen doen? Nee. Dat ligt niet van wakker. Je weet hoe ze demonstreren, wat ze doen, dat valt wel mee. Je weet het. Wakker liggen, als ik eerlijk ben, doe ik van... Zaken die zouden kunnen gebeuren. Hè? Ja. Paard dat in de ring, wat echt vervelend valt. Ja. Ik heb gelukkig, nooit meegemaakt dat een paard dood in de ring was op mijn wedstrijd. Ik heb wel eens gezien op andere wedstrijden, maar dat is natuurlijk het ergste. Dat er kan gebeuren als je een grote show maakt en een paard sterft in de ring. Dat is natuurlijk een catastrofe. Ja, dat hoop je dat hij niet meemaakt. Mm. Ik heb nu meegemaakt in Nederland, hebben alles goed voorbereid. Hè? Voor de beroemde mensen die de piste inspringen. Ja, dat kan morgen ook. Dat kan overal gebeuren. We hebben steeds meer mensen die niet onze mening zijn over paardrijden. En dan moeten we op voorbereid zijn. En dat is wel een beetje stress. Ja. 2006. De wereldruiter spelen. Vindt u dat uw grootste verwezenlijking binnen het CHIO? En binnen niet mij, maar... Nee, van de ploeg, sorry. Ja, maar het is... Kijk, ik had 4 reten meegemaakt. Geen succes. Wel ging. GRS was fantastisch, maar... Ja, toch. Wat ik straks gezegd heb. De wereldruiterspelen waren allemaal een flop. Allemaal. Financieel of wat dan ook. Stockholm was een flop. 94, flop. Stockholm was goed, maar financieel een flop. 98. Rome was ook een wedstrijd. Ja, die heeft buiten de media, buiten de mensen plaatsgevonden. 2002, GRS, financieel een flop. Het kwam Aken en Aken liet zien dat het toch kan. Helaas daarna weer. Was Normandie was ook... Niet goed, denk ik. Mm-hmm. Sport was fantastisch, als je ziet in de piste, maar je moet niet buiten de piste gaan. Niet aan dames vragen of je naar het toilet kunt. Dat was natuurlijk zeer slecht georganiseerd, Normandie. En Amerika, het was 2 keer een ramp. We daar meegemaakt, het is ongelooflijk. Dus dat past niet. Niemand kan haast die wil eruit te spelen doen. En als je overal waar je komt, iedereen zegt, nou, godsnaam, organiseer dat in Aken. Ik ben 2010, 14, 18, ik ben overal geweest en iedereen zegt, doe dat nooit meer, ergens anders in Aken. Iedereen zegt altijd in de wereld, waar je komt, wereldkampioenschappen, wereldruitspelen, moet alleen in Aken plaatsvinden. Zou het elke 4 jaar in Aken moeten plaatsvinden? Niet, nee. Ja, dat zijn mensen die dat zeggen, maar het is een wereldruiterspelen. Ja, jij. Voor de sport, de ruiters zouden allemaal zeggen, die tekenen ervoor. Maar het zijn wereldruitspelen, we moeten door de wereld. En wij moeten ook buiten Europa, het is wel veel Europees. Ja. Maar dus, hoe krijg je dat nu uitgelegd, dat dat niet goed... georganiseerd kan worden. In een sport waar eigenlijk zoveel geld in zit. Een sport waar het maar 1 keer om de 4 jaar een wereldkampioenschap is.
Hoe krijg je dat nu in godsnaam uitgelegd? Dat dat niet voor elkaar... Je hebt door die 4 jaar een tijd. Allee, ik wil zeggen, dat bij WK voetbal ook wel is, maar dat dat nu keer op keer zo catastrofaal misloopt. Nee, dus je moet ervaring hebben. Dat kun je niet zonder ervaring. En je kunt ook mensen met elkaar zetten, hebben Den Haag gezien dat dat ook niet werkt. Dus je moet een ervaren club, een ervaren team hebben die dat doet. Anders, forget it. Maar je ziet het maar niemand. FVI toch, bedoel... Hebben ze toch gedaan. De FVI heeft nu gezegd, daar heb ik veel aan bijgedragen. Nog, te zeggen, jongens, zo gaat het niet. Maak vrijheid. Als iemand 3 kampioenschappen wil doen, zoals Herning, die hadden geen eventing en geen driving. Oké. En Herning was niet zo slecht. En wees blij dat we nu ook toekomst weer kampioens hebben, maar niet alles samen proppen. Dat is het dan krijg je endurance training en al die dingen, die sporten die dan niet overal passen, laat ik het zo zeggen. Want je moet die op een bepaald niveau gaan organiseren, mee met de rest. Je kunt niet dat op een laag niveau organiseren en jumping op een hoog niveau. Dus je moet in die kleinere sport moet ook heel veel mensen en fondsen investeren. Zoveel energie en zoveel kracht en... Know-how moet je hebben. Maar ik zeg niet dat het makkelijk is. Nee, het makkelijk is niet. Ik wil maar zeggen, dat is eigenlijk als FVI zijnde een van uw hoofdtaken. Of om dat mee te ondersteunen. Ja, ik weet niet ik denk niet dat daar de fout bij FVI ligt. Maar dat is toch het uitgangsbord van uw sport? Ja. Je kunt dan discussiëren of de WK een uitgangsbord is, of de WK een alle discipline is. En dat is natuurlijk de vraag. Moeten we absoluut... ik zeg de 3 Olympische disciplines. Dat is voor mij nummer 1. We hebben de 3 Olympische disciplines. Laten we eerlijk zijn. Dan heb je de andere disciplines, zijn vaak kleinere, met alle respect. Voor driving, vaulting, wat we allemaal hebben. Maar het is niet makkelijk om dat te doen, zoveel. Dus laten we kijken. Die 3 Olympische disciplines, laten we die volop promoten in de wereld. Ook nodig om Olympisch sport te blijven. Hoe lang blijft paardensport nog een Olympische sport? Ik hoop heel lang. Wat is uw gevoel? Heeft u daar meer insight information over? Nee, dat weet ik niet. Ik heb natuurlijk lang wel even gezeten, maar we hebben er alles aan gedaan. We hebben aan tafel gezeten met meneer Bach, waar ik bij was. Waar we dus zeggen, wat moeten we doen om de sport te verbeteren? En ik heb daar samen met de voorzitter heel veel aan kunnen doen. En met name voor het dressuur waar ik toen verantwoordelijk was, hebben we grote stappen gemaakt. Maar dan krijg je discussies, 3 of 4 trapresultaten alleen met Jos, ook een leuke discussie over. Dus zulke discussies komen aan tafel. Maar je moet niet altijd alleen aan sport denken. Als je een evenement organiseert, heb je een grote pot. Je doet daar de sport in, de media, de sponsoren, het publiek. En dan roer je goed en dan maak je daar een mix van. En dat mix is een event. Als je de ruiters vraagt in Mechelen, iedereen wil de grote prijs van Mechelen starten. Daar willen we 100. Maar je wilt het publiek van maken, je wilt een mooie show hebben. Dus dat moet je doen. 40 maximaal, ideaal. Je hebt evenementen waar het 's morgens om 8 uur begint. Denk aan Azenhof, Centaur, dat soort dingen. Dat is een goede, super evenement. Die hebben we nodig voor de sport. Starten. Dat is maar 1 ding. Starten. De een naar de ander. De hele dag door. Als je iemand zegt, ga eens een keer naar de paarden kijken. Ga niet daar naartoe. Dat is niet om aan te zien. Hè? Dan jaag je mensen weg. Dat is zo saai dan als maar kan. Dan maakt geen nieuwe klanten. Het is super dat het er is. Heel veel respect voor die mensen die zulke wedstrijden organiseren. Maar om nieuwe toeschouwers te winnen, nee. Ga naar. Korte rubrieken, een showtje ertussen, de catering in orde, alles rondom in orde. Die mensen zeggen, dat is leuk paardensport. Ja. Vergeet niet, 70% van de toeschouwers zijn dames. 70%. En die dames moet je vermaken. Dat betekent, de roem en de rand is in Duitsland. Shopping moet de catering, begint met de parking. Is het goed in orde? Alles moet in orde zijn. Dat is je totaal product. Eigenlijk zijn we theaterdirecteur. Je moet de mensen vermaken. Absoluut. Theaterdirecteur. Ja, dat is mijn job altijd geweest. Zo. Ja. Het is wel mooi, 70% dames. Blijkt trouwens ook uit onze statistiek van de podcast. Heel veel dames die kijken en luisteren. En nu Frank Kemperman, erop komt zo nog meer. Ja, meer. Dames. De George Clooney Julie van de paardensport. Oma. Dat doet mannen. Ja, absoluut. Drink een slokje maar. Louis, 2006 is voor u nog altijd, of toch, is het juist nog altijd de mooiste herinnering? Ja, maar daarnet, onderweg naar hier, was ik dan aan het denken, wat ook een heel mooie en blijvende, altijd blijvende herinnering zal zijn voor mij, was Jeroen Dubbeldam die Europees kampioen werd bij jullie. Dat was ook een fenomenaal moment. Ik zat daar in de tribune en dat was dat van de mooiste dingen dat ik ooit heb. Zeker als je bij betrokken bent met Jeroen. Ik weet niet hoe dat ik Sydney Olympisch spelen. En Jeroen werd daar eigenlijk heel onverwachts kampioen. Ja, en Jeroen komt de ring uit en die wist niet meer waar hij was. En iedereen kwam op hem af. Jeroen zei tegen mij, ik luister alleen naar jou, Frank. Alles wat jij moet zeggen, ga ik doen. En dan krijg je een soort band. En dan wint Jeroen Aken. En dan wint hij zoveel
ook als Jos die dat goed kent, Jos van Aken, en Jos zegt, wereldkampioen worden is mooi, maar een Aken wereldkampioen worden, dat is bijzonder. Ja. En dat is natuurlijk als je dan in de piste staat, de prijsstrijking doet en alles meemaakt, als je dat organiseert en dan wint zo iemand, dat is dan, ja, kippenvel. Dat zijn de mooie momenten. Dus sport is toch voor mij toch, als het die momenten, dat zijn de momenten die je bijblijft, waar je kippenvel van krijgt. Tuurlijk. Ja. Nog altijd. Ja, nog altijd, ja. Hetzelfde als Aken. Aken is Aken. En wat is het mooiste van Aken? Als zonder aan het voorbij is. Alles goed te lopen is fijn. Ja. En als de zakdoekjes gezwaaid worden, en dat is toch, dat is elk jaar, daar kun je alleen tickets voor verkopen. Was dat er al voor u kwam, de zakdoekjes? Nee. Ja, zeker. Dat is al vanuit van 1933 of zo, in die tijd. Zo 80 jaar of zo is dat, bestaat dat. Een architect heeft dat voor het grap, die was op tribunes. Die is daarmee begonnen. Die voor het grap en zwaaien, iedereen deed het nog. Het is een architect, die is daarmee begonnen. Gewoon een bezoeker. Hey, machtig mooi. Ja. Het is nu, ja, je kunt er tickets voor verkopen. Voor de absolute en zo. Ja. Alleen daarom moet je gewoon naar Aken, om dat een keer mee te maken. Ja, dat is echt zo. Maar dit jaar was voor mij extra bijzonder. Omdat ze, het is mij voor de eerste keer in mijn leven, wist ik niet wat er. Er is één ding gepland in de piste wat ik niet wist. De eerste keer in 21 jaar. En dan was ik dus met de oranje zak doen deze keer. Dat was dus wel. Maar op dat moment, ik was van, verdomme. Dat is, wat hebben ze nou gedaan? Ik wou niet in de belangstelling staan. Maar het ging niet anders meer. En toen was het moment dat ik die eerronde deed op mijn fiets in het stadion, was het wel heel bijzonder. Wil jij nog iets? 2006, moeten we het nog even hebben over Final Four? Jij vond het jammer dat het niet meer bestond, hè? Ja, ja, zeker. Ik ook. Heeft u er een mening over? Ja, ik vind het. Je mist het toch nu. Hè. Het is, je kunt er uren over discussiëren met de FI, is dat gedaan. Het is, maar ik ben persoonlijk ook een vriend van de Final Four. En wij waren ook een... Sorry. Was eigenlijk vanuit de FI de grootste, of vanuit weet ik veel waar, was de grootste contra? Het is de jump, in de jumping committee hebben ze daar urenlang gesproken, daar ben ik niet bij geweest. Maar. En je volgt normaal, als je in het bestuur zit, wat ik een jaar na heb, volg je het advies van de jumping committee. En er zitten zoveel experts in. En dan heb ik gevolgd. En achteraf denk ik van ja, ik weet niet, er is veel discussie, het is wel en niet. Het is een pro's en cons. Wat is de echte kampioen? De combinatie, we praten in ons sport over combinaties. Mm. Dus een prijsstrijking, ga niet de paarden weg doen, zet ze niet op stukken podium. Die houden die paarden erbij in godsnaam. Hè? Dus wij zijn de enige sport waar mens en dier samen zijn. En houden die bij elkaar en daar moet je trots op zijn. Dus moet je nou hebben de beste, eigenlijk moet je bij WK, als je heel eerlijk bent, de beste combinatie eren en de beste ruiter. Dan hebben jullie in het forum met Jos uit wat we hadden. En kijk, Jos en Jeroen, dat zijn twee top ruiters. Een Belgisch kampioen had, maar is het, wat moet je hebben? De beste combinatie van het moment? King Edward, ik doe de Shutterfly, hoe dat ging daar in Aken, dat was zo'n moeilijk beestje. Ja. Maar het ging fantastisch, bij sommige ruiters. Dus uren discussiëren, maar het is beslist. En ik persoonlijk vind het jammer. Oké. Zijn dingen die komen, zijn dingen die gaan. 2014, best grote shock. Geen klassieke First Division Nations Cup meer in Aken. De Longines Rolex-historie. Was het een zegen of een vloek? Voor de sport of voor Aken? Voor u, voor Aken. Ja, het is eigenlijk jammer. We moeten blij zijn met de sport, dat we sponsors hebben die geïnteresseerd zijn. We hebben twee horlogesponsors die groot zijn. Het is alleen jammer dat ze niet de beste vrienden zijn en dat de sport, het product sport eronder leidt. Hey, laten we eerlijk zijn, de landenwedstrijden zijn, moeten de beste wedstrijden zijn. En veel van de beste, ik ga die namen noemen nu, maar weten allemaal, zijn die niet meer onder de machinevraag, vallen niet meer in de eerste divisie. En dat is gewoon heel jammer. Het is niet meer het beste van het beste. En dat is gewoon jammer voor het product Nations Cup. En ik heb daar mijn mening over, ik heb dat eenmaal een paar keer gezegd, maar het is heel moeilijk natuurlijk. Dus sponsorcontract, geld is belangrijk, maar het is jammer dat nu in dit geval het product Nations Cup daar flink onder geleden heeft, behoorlijk onder geleden heeft, te veel. Maar... Was het een vloek of een zegen voor Aken? Aken maakt niet... het is een zegen dat we Rolex als sponsor hebben. En we blijven Rolex. We hebben partnership. We zijn sponsors en partners. We hebben altijd bij Rolex gebleven. Een vaste partner. En het is een voordeel van je nodig nu uit wie je wilt. Wij zijn World Equestrian Festival. Weltfest. Dus we willen de beste van de wereld. Met dat verhaal, de Vision One, kun je geen buitenlanders, geen buiten Europa meer uitnodigen. Tenminste, ja. Dat past niet in het concept, dus... Eigenlijk is het makkelijker.
Wel, in dat opzicht is het misschien een zegen. Ik weet, toen ik het las, vond ik het een uitstoot natuurlijk. Hè. Nations Cup in Aken weg. En dat, maar ja, denk de dag nadien, of was er een oplossing dat ja, de Nations Cup gewoon verder ging onder de Rolex? Ja. Maar het is natuurlijk jammer, Calgary, Aken, Rome, wat, hè, die grote, wat hebben we nog? Die allemaal uit de Nations Cup. Dat is natuurlijk jammer, dat zijn grote klassikers, dat die niet meer in de divisie 1 zijn. Dat dat niet meer één serie is. Dat is wel heel jammer, want Barcelona-finale is fantastisch. Ja. Vaak gezien, maar de rest is niet meer waar we trots op moeten zijn allemaal. Met alle respect voor die wedstrijd die erin zijn. Nee, begrijp ik. Ja. Maar ik ben daar zo niet in thuis, hè, in, dat, in het bureaucratische erachter. Maar is dat wat FI men oogst wat men zaait? Of is dat niet... Of die tweestrijd die er gekomen is, is dat... Hoe is dat daar gekomen, dat het product Nations Cup... En je hoort heel veel over FI, zijn er veel negatieve klanken? Nee, dat is niet hoeft negatief te zijn. De FI heeft een aanbod gehad van een sponsor voor de FI. En dat telt dat in de sport. Dus de FI-series, zoals de World Cup Dressuur... Nee, sorry, de World Cup Springen en de Nations Cup Springen. Dat zijn de FI-series, die twee series die de FI zelf behoort. En die zijn natuurlijk verkort aan Longines. En dat zijn contracten, die zijn getekend en daar moet je respect voor hebben. Moet de Longines danken wat ze voor de sport doen. Dat is heel veel geld in de sport. Maar het blijft dat de andere sponsor er is. En die andere evenementen hebben we zelf kunnen besluiten. Wissel ik mee naar Longines? Of blijf ik bij Rolex of ga ik naar Rolex? Mm-hmm. En dat is een soort gezonde strijd. Ja. Maar wees blij dat er twee horlogemerken zoveel interesse van de sport hebben. Absoluut. Was dat voor u een moeilijke spreidstand? Nee, helemaal niet. We hadden een contract met Rolex. Ja. Al jarenlang. Rolex is een superpartner. Ik wil maar zeggen... Geen discussie. Nee, was helemaal geen discussie. Rolex Aken, u was lid van FEI, hoe zal ik het noemen? Nee, ik ben zo'n... Ik heb... ik doe Maastricht. Dat heb ik jarenlang gedaan met Longines. Ja. Zetten een bos met Rolex. We hebben in Peking met het Aken-team een evenement gehad. In het Bird's Nest met Longines. Dus... Ik ken beide firma's goed en daarom zeg ik, we zijn blij dat we die sponsors hebben in onze sport. En het is... Een van de weinige mensen die als ze op restaurant vragen Coca-Cola en ze zeggen Pepsi, die niet raar opkijken. En zeggen, dat is ook goed voor mij. Ja. U drinkt zowel Coca-Cola als Pepsi. Ik drink het allebei niet. Maar. Dit is... We hebben de sponsor nodig voor de sport. En je moet als FI... FI moet ook respect hebben, heeft respect voor de Rolex-evenementen. Daarin komt de Rolex dan niet, maar... Het is gewoon een commerciële deal. En laten we eerlijk zijn, zo'n commercie haalt onze sport niet meer. Dan zou de ticket vier keer zo duur. Maar als we Blanco Stadion willen hebben zonder boarding, geen gesponsord interesse, dan is een ticket vier keer zo duur, denk ik. Vier, vijf keer zo duur. Hmm. Dat is helder eigenlijk. Maar is de FI mee met zijn tijd? De FI moet mee zijn, maar altijd mee met de tijd je bent. Maar zijn ze mee met de tijd? Ik denk het wel. Het thema welfare wordt uitgebreid nu. Er is aandacht voor. Ik heb daar 12 jaar mee gefunctioneerd. Ik heb een goede tijd gehad. Het is moeilijk. Zeker als ik CEO van Aken ben. Hè? Kijk, Aken komt iets op tafel. En zegt ja of nee. Eventueel praat ik dan met de Raad van Toezicht. Huh? Eventueel, maar meestal is het ja of nee. Je kunt beslissen. Bij de FI moeten er technische commissies. Moet naar de Algemene Vergadering. Dus dat duurt heel lang. De Algemene Vergadering zit aan 130 landen, theoretisch. Waarvan er... 65 niet weten van de voor- en achterkant van de plaat is ongeveer. Ja, dat is het probleem wat ook we hebben. Discussie over de stemmen. Ik heb ook niet opgelost, nooit. Dus dat is een moeilijk instrument, de FI besturen. Dat is wikken en wegen, maar de meerderheid beslist. Ik heb wel vaak voorstellen gehad voor de dressuur, waar ze gewoon tegen waren. Als je mij zegt, want meneer Bach, die zei heel duidelijk in de ring van Lessers, dressuur, of de sport, teamsport. Jullie geven een teammedaille. Ja, we geven een teammedaille, meneer. Wat doen jullie? Jullie adderen gewoon 4 individuele resultaten. Klopt. Het is geen teamwork. Dus ik zeg direct, en denk maar stond direct, moet ik quadrieën, dressuren? Quadrieën erin, 4, dat is teamwork. En de hele sport lacht zich dood, maar dat zou teamwork zijn. Mm-hmm. En dat krijg ik nooit door. Heb ik nooit doorgekregen. Maar dat is echt teamwork. Wat is teamwork? Samenwerken. En daar zijn dus opmerkingen waar die gelijk in heeft, maar dan moeten we zien te verkopen. Maar gelijk in turnen hebben we toch ook... landen met 4 meisjes die hun dingen op de balk een prestatie op de balk doen. Hoe ga je teamsport verkopen? Dus binnen de IOC wordt die vraag gesteld, is het wel een teammedaille waard? Maar ik wil zeggen, zou bij turnen dat ter discussie staan? Ik heb niet met turnen te maken. Allee, ik bedoel, maar dat zijn dus discussies die er zijn, waar de FI mee moet gaan. Het is een moeilijke ding.
soms. En je hebt vaak wat je ook iets wilt om vooruit te... Vaak wil je sneller vooruit. Maar sneller gaat niet altijd. Hè? Nee, ik ben het FI niet. En het is natuurlijk zo. De FI is denk ik ook de enige sportbond. Ik moet je inbeelden. Basketbal, voetbal, volleybal, om nu korfbal, zijn allemaal met een bal. En het zijn allemaal verschillende federaties. En wij hebben eigenlijk... bij ons zit basketbal, korfbal, volleybal en handbal allemaal onder één noemer. Het is ook heel moeilijk om al die verschillende disciplines evenveel aandacht en... Oh, interessant. Ja, die discussie hebben we ook nog maar. Goed idee om Engma uit te nodigen. Ja, eigenlijk wel. Je zou dat willen doen. Dat gaan we toch eens proberen. Louis, ik ben rond mijn blad. En het goede nieuws is, klein momentje, 1 uur en 56. Ik vind wel over de 2 uur. Want u zei daar straks nog, zolang als met Jos moeten we mij niet houden, ik heb niet zoveel te vertellen. Ik heb dus jarenlang bij FI vergaderd. En mijn motto was altijd, in alle conference calls, 2 uur is meer genoeg. Okay. Af en toe keer een beetje overheen, maar... Ja, nee, niet veel meer. En Jos mag weer houden. Waarom? Ja, dat is trouwens ook de meest bekeken tot nu toe. Dat zal wel blijven. Nu wordt het anders. Dat viel mij wel op. Waarom Frank Kemperman begint daar ergens in die manege met die Amazone, gaat verder met Harry Wouters van den Oudeweijer, komt dan in het BCM-team terecht, komt bij de zangzij terecht, altijd in de springsport, springfokkerij, en landt dan eigenlijk best in heel veel... dressuuronderdelen. Dressage Task Force, Chair of the FBI Dressage Committee. Dat is een ongelukje. Ik heb bij meneer Bartels, eerder genoemd, de Academy van Academy Bartels. Joep zegt, jij moet eens een keer komen vertellen als organisator van Aken wat je van dressuur denkt. Dus ik ben naar Bartels gegaan. Ik heb dan verhaal gewoon en zeg, luister, dressuur, het is zo langdradig. Die staan veel te vroeg op, die mensen. Die proeven door zo lang. Je mag niet ademen, je mag niet klappen, je mag niet fotograferen. Als een camera draait, ben ze altijd stress. Ik zei, dan moet het een nieuwe manier. Het moet blij zijn met applaus. Muziek erbij. Het moet gewoon interessanter worden voor het grote publiek. Dus ik had een verhaal gehouden. In de dressuurwereld werd ik zo'n beetje gekild. Ik zei, die proeven duren veel te lang. Altijd hetzelfde. En altijd met die 8 minuten op rij, dit en dat. Dus ik heb daar even gedrukt. Bewust een beetje op dressuur. Olie op het vuur gegooid. Dus iedereen was gesteld op mij. Maar de president van de FI, de vorige president, de Frank, fantastic story. Dus die zelfs vond fantastisch. Die had ook een groot liefhebster van dressuur. Wie is dat? Haya. Prinses Haya. Ik zat in de jumping committee. Ja. Ik zat in de jumping committee voor de organisatoren. Frank, good story. Goed. In 2008 Olympische Spelen Peking heeft de FI, de presidenten, heeft zijn hele dressuurcomité naar huis gestuurd. Alles net weg naar huis. Ze vond dat er veel te veel juryleden zaten, was er niet mee eens. Dat kan niet. Ze heeft alles naar huis gestuurd. Nou, het was geen dressuurcomité meer. Toen zei ze, we moeten een taskforce maken. We moeten kijken welke weg moet dressuur uitgaan. Toen belden ze mij op. Ik zei, je hebt een verkeerd nummer. Je moet mij niet bellen voor dressuur. Dan moet je... Maar je hebt... Ja. Wrong number. Nee, je moet dat doen. Ik zei, je bent gek. Kom met haar praten. Dat ken je vrij goed. Dus uiteindelijk heb ik gezegd, ik help je 1 jaar. Ik maak een taskforce. Ik maak een papier. En dan doen wat je wil. Dus ik heb daar een taskforce geleid, En toen ik ben er vanaf. En toen zei ze, joh, je hebt dat fantastisch gedaan, goed gedaan, goed papier. Sta je met het beschikbaar als voorzitter. Ik zei, 1 keer, het is 12 jaar geworden. En heeft u de dressuur vooruit kunnen helpen? Ik hoop het, maar dan moeten anderen maar beoordelen. Ik denk wel dat we stappen gemaakt hebben, ja. Mag ik vragen, want dat is wel belangrijk. Wij willen eigenlijk ook met onze podcast ook dressuurmensen aanspreken. Omdat wij zijn geen dressuurmensen, wel liefhebbers van dressuur op een hoog en van een goed dressuurpaard. Hoe is de dressuur geëvolueerd in die 12 jaar? Ik denk dat we hebben heel veel aandacht besteed aan jureren. Ja? De opleiding van juryleden, de manier van jureren zelf... Waarom geef je niet een keer aan 10 als het goed is? Dat was vroeger onmogelijk. En hulpmiddelen. We hebben code of points. We hebben degree of difficulty. Hoe bouw je je kuur op en dergelijke. We hebben veel dingen gerealiseerd waar ik denk dat het dressuur vooruit helpt. Ja. Dus ik heb mijn werk gedaan. En sommige honden dat ik het goed deed. Sommige niet. Sommige waren blij dat ik weg ben. Op de schaal van 0 naar 100 van de dingen die je wou realiseren in het dressuur. Hoeveel heeft u kunnen uitvoeren? 70%. 7, ja, toch wel. We hebben toch veel gedaan. Ja, maar... Okay. We hebben toch veel gedaan.
Want ik vind louter nog maar het idee, quadrille, Olympische Spelen, vind ik eigenlijk een fenomenaal idee. Ja, maar zeg het maar zo. Persoonlijk, hè, ik ben, we spreken over Rolex en Longines, Global Champions League, ik vind twee of drie ruiters na elkaar in de teamwedstrijd, vind ik fenomenaal. Persoonlijk, ja. Maar dat is een ander verhaal. Maar dressuur, ja, een kortere proef, intenser. Een proef van 8 minuten rijden naar 4 minuten zou voor iedereen ongelooflijk smakelijk zijn. Ik denk dat dressuur fokkers zelf zich ook achter de oren moeten krabben over hoe maken we onze paarden iets rustiger. Ja, maar dat, want het is, eigenlijk moet je... Je mag het niet in het... Of trek het in het belachelijk als ik zeg, je moet bijna richting Cavalia, Cirque du Soleil, het showgehalte. Dat is ook, een vraagje af. Als een dressuur werd georganiseerd, komt er 1000 mensen. En Cavalia, een Appassionato, hoe die dingen ook heten, trekt volle zalen. Dus wat doen we fout? Moeten mensen van maken. En vooral de mensen die geen verstand in de sport hebben. Ja. En dat was zo leuk aan dressuur. Ik zat daar als de vreemde bij. Huh? Ik zat niet met een echt dressuurfanaat. En probeer de weg naar voren te vinden en de zuursport te verkopen. En dat was wel leuk. Ja. Ik ben niet daar geweest om vriendjes te maken. Dat is niet mijn taak. U hebt een ongelooflijk rijke carrière gehad. Binnen jumping, binnen Aken en dergelijke meer. Louis, ik ben eigenlijk aan het afronden. Heb jij nog iets? Ja. Oké, sorry, doe maar. Nee, wat is het gekste idee dat u over de springsport ooit gehad heeft, dat u nooit heeft kunnen realiseren? Oh, wat een mooie vraag. Dan ja, moet je een antwoord hebben vandaag. Ja, graag. Er is daar vast iets nee, voor... Nee, ik heb dus... Dat je denkt, dat is het format dat kan werken. Maar dat je nooit hebt kunnen realiseren. Nou, wat de Global nu doet, de Global kan dus meer dus de teams achter elkaar. Team in één keer in de ring, samen in de piste en dan in één keer met 3 man. Geen streepresultaat. En dan zijn ook niet iedereen met me eens. Maak het niet te moeilijk. Dat mensen het begrijpen. Maar daar zijn veel mensen op tegen... Maar nee, niet revolutionaire ideeën. Nee, dat kan op het moment niet... Bij het dressuur heb ik wel veel meer revolutionaire dingen gedaan. Ja, maar dat geloof ik ook. Dat geloof ik. Wat vindt u uw grootste verwezenlijking tijdens uw carrière? Waar bent u het meest trots op? Ja, mijn familie. Dat ik door zangerzijde het buurmeisje heb leren kennen. 2 fantastische kinderen. En dat is toch het belangrijkste. Dat is de kern, je komt toch terug op thuis. Je doet veel... Je geeft veel vrije tijd aan de sport terug. FI en al dat soort dingen. Allemaal dingen die je eigenlijk belangeloos doet. Stopt er tijd in. De familie is dan de dupe. En dan toch een goed thuis hebben. Goed support van thuis. Dat is belangrijk. Als je dat thuis niet ondersteund wordt, dan is het niet mogelijk. En dat is eigenlijk belangrijk geweest. Ja, want dat vroeg ik mij nog net af. U bent zoveel weg geweest. En u zegt, ja, in Modena, ik was er aan maanden op voorhand. U moet wel een makkelijke vrouw. Nee, ja misschien wel. Ik heb een makkelijke vrouw. Fantastische vrouw. Maar... Het is heel makkelijk. Je ziet nu je opa bent, dan zie je die kleine opgroeien. En heel mooi het is. Al mijn vrienden zijn opa geworden. En die hebben allemaal gezegd, ik denk die mannen zijn gek, hè, over die kleinkinderen. En maar je eigen kinderen zie je amper opgroeien. Dat zie je anders. En nu is het nietje van die kleintjes, van dat kleintje. En dat is zo wel. Dus je hebt wat veel gemist. Ik heb veel meegemaakt in de wereld. En ik ben heel blij dat de laatste, zeker in de FI-tijd, mijn vrouw de kinderen het huis uit. En dan... overal mee geweest, Olympische Spelen, Londen, en met de Channel zijn we dus overal door de wereld gereisd, vakantie naar de knop. Ja. Het is mooie dingen. Nou, maar het is ook goed dat het voorbij is. 12 jaar, dat is ook goed. Ik vond ook dat binnen de federatie ook, mogen hier in België zeker naar kijken. Op een gegeven moment is het goed geweest, hè. Ja. Maximaal 12 jaar is perfect, langer moet het niet zijn. Ja. Nog 1 laatste vraag. Wie zijn zo uw vrienden die je nog overgehouden hebt in het milieu? Met wie gaat u nu nog eens iets eten of iets drinken of zo? Man, je bent goed bezig, Louis. Nee, gewoon, dat is puur... Ik noem maar geen namen, maar ik blijf wel in dit land waar we nu wonen. Ik vind het om mijn namen noemen, maar er zijn toch wel een paar mensen... Nee, maar dat je zegt, dat is echt mijn vriend die door ja, wat zijn vrienden. Dus, maar je hebt toch wel mensen waar je nauw contact mee hebt. Waar je mee gaat eten en zo. Dat heb je toch wel... Dan denk ik toch aan de Belgische springhouders. Ja. Ah, ja. Mooi. Oké. Dat weten we voldoende. Ja, mooi. Welk advies heeft u nog voor mensen... van uit categorie Louis en ik, en beleid... Categorie is dat, ja. Dan? De mensen... Halfgaren. De romantici, de mensen die aan de boot willen duwen, of aan de trein willen duwen, aan de kar willen trekken, die vooruit willen met de geit. Wat... Jullie zijn ook echt paardenmensen. Straalt de paardensport uit.
vergeet niet dat we niet alleen paardenmensen in wereld hebben, dat we al die andere mensen moeten overtuigen hoe mooi onze sport is. En we zijn allemaal heel erg paardenminded, we leven van paarden. Maar laten we zien dat we de wereld overtuigen, dat de wereld van paarden. Dus eigenlijk moet deze podcast niet alleen door die honderden, weet ik hoeveel zijn, duizenden, honderdduizend, wou ik zeggen, maar dat is een beetje overdreven. Ik wou 100.000 zeggen, maar nog niet. Maar laten we zien dat de niet-paardensportmensen zeggen, ik vind paarden leuk, want we hebben heel veel mensen die vinden een paardje aaien is leuk, maar we moeten zien dat onze community groter wordt. Mensen vinden allemaal paarden allemaal leuk, heel veel. Dus ik ken heel veel hier in de straat wonen meisjes, die hebben een paard, maar naar wedstrijd gaan, nee. Paardje aaien en we wandelen. Dus we hebben de paardensport is een closed shop, maar open de deuren en laat zien, laten we die niet-paardensportmensen vertellen hoe mooi het allemaal is. En voor mij persoonlijk nu een nieuwe wereld, de Grooms, terug, back to, ik ben gewoon bij het einde beland. Ja, we kunnen nog niet stoppen. Er is geen tijd, ja, we moeten stoppen. Jongens, nee, we kunnen niet stoppen. Nee, maar ik wil Jossen. Je kunt nergens naartoe gezet. Nee, dat wil ik niet vergeten, dat thema. Ik was klaar bij de FI, ik mocht niet langer gelukkig. Dat was ook goed om te stoppen. En Ingmar zei, ik heb een idee voor jou. We willen voor de Grooms meer aan doen. Dus ik ben nu voorzitter van de Grooms Consultation Group. We gaan meer doen voor de Grooms, want dat is ook nog heel veel werk. We hebben de ruiters, de officials, de eigenaren, iedereen is vertegenwoordigd in een groep, die hebben allemaal een stem van de FI, maar één groep viel er buiten en dan zijn de Grooms. Daar zijn we nu mee bezig. Ja, vind ik mooi, want het is inderdaad wel vervolledigen of vervolmaken van de cirkel. Back to the stable. Ja, absoluut. Van de vier pieren in de stable. Ja. Maar dat was onze... hebben we dat thema eigenlijk nog even aansnijden? We waren het weer al bijna vergeten. Ja. Bedankt daarvoor. Nee, ik wou de Grooms even absoluut noemen. Want het zijn twee dingen die samenkomen. Ik hoor u het verhaal vertellen van het meisje uit de straat. En ik hoor u dit verhaal vertellen van de Grooms. Ik had laatst een gesprek met iemand. En ik ga tegen wat schenen stampen, maar ik ga het toch doen. En die zei, er ligt te veel macht bij de ruiters om formats te veranderen, de verdeling van prijzen en geld te veranderen. Er ligt te veel macht bij een top, waardoor zij geen tijd, geld, ruimte, aandacht willen afstaan om anderen te laten groeien. Zijn het eigenaars? Is het wat u vertelt, het ontwikkelen van... het openstellen van wedstrijden om die instroom van andere mensen mogelijk te maken? De tijd die ruiters moeten spenderen om onze sport te verkopen. Maar evengoed ook om Grooms en hun entourage te laten groeien. Vindt u dat een juiste stelling? We hebben natuurlijk heel veel te doen. De Grooms zijn belangrijk, de sport is belangrijk, het totaalplaatje is belangrijk. We hebben nog niet over de jeugd gehad, en eigenlijk het allerbelangrijkste. De jeugd op het paard zetten, achter de computer uithalen. Haalt ze in godsnaam weer naar de sport toe. We hebben nog zoveel onderwerpen te doen, dus we hebben eigenlijk... een groot pakket aan zaken waar we moeten werken met z'n allen. Dat is een heel groot pakket. Dat is een heel diplomatisch antwoord. Ja, want je kunt 100 details hebben. Wil ik de tijd aanhouden van 2 uur, ongeveer. Nee, maar je hebt 1000 onderwerpen waar we heel detail moeten doorboeren. Dat gaat niet in één keer. Helpt het niet zeer dat u ooit zelf als Groen bent begonnen? Zeker. Ik weet wat het is in de stad en daar heb ik ook veel waardering voor. En dat is wat Ingmar zei. Jij bent als Groen begonnen. Als er iemand weet, is wat Grooms. Het is lang geleden, maar elke evenement ook. Ik ga naar de stal, ik praat met de Grooms. Zeg, wat is niet in orde, wat is wel in orde? Ja. Die komen aan, hebben die een kop koffie, een kop thee, een drankje. Hebben die ook eten als ze aankomen? Komt toevallig eens een keer warm water uit de douche. Dat zijn dingen die toch wel fijn zouden zijn. Dat is nog maar de minimum eigenlijk. Ja, want we zijn nu een guidelines aan doen. Richtlijnen aan het schrijven voor organisatoren. Ja. We eerst zeggen, wat zit er in de reglementen, wat zit niet in de reglementen? Maar we moeten organisatoren aan denken. Aan het menselijke. Hè? Fatsoenlijk eten. Fatsoenlijke stallen. Hè? De stallen, hoe die af en toe uitzien. Bewaking, het is af en toe triest. Op evenementen hoe het eruit ziet. Hè? Ja. En dan ken ik heel veel evenementen die ervan zeggen, jongens. Geld, maar is wel beschikbaar voor de VIP, daar kan alles. Maar de stallen voor de Grooms, nee, daar hoeft geen geld om besteed te worden. Ja. En dan zitten we eigenlijk dikwijls in kleine dingen. Hè? Ja, dat is hele kleine dingen. Dat hoeft niet... Ik zei, een kop thee, koffie als ze aankomen. Zorg dat er een douche is met warm water. Kleine dingen. Dat die stallen schoon. Je ziet boksen. Boksen worden verhuurd. Die gaan van het ene evenement naar het andere, die stalling. Maar kijk niet hoe ze uitzien. Die moeten schoon zijn. Infecties. Maar de mest mag niet aanhangen van 3 evenementen. Nee. En kleine dingen. Daar wordt niet op gelet. Dat is alleen maar geld. Daar moet je op letten. En dat zijn
echt kleine dingen, maar dat is wel belangrijke dingen. Fijn dat u die taak toch nog op u wilt nemen. Vind ik wat te doen. Ja. Wat een dagje ouder, maar daar hebben we tijd voor nu. Super. Meneer Kempenman, Frank. Ik zeg weer voor meneer. Ja, ja. Sorry. We kijken, denk Louis en ik kijken er naar uit om het Akenmuseum te komen bezoeken. Dat gaan we wel doen, Louis. Ja, absoluut. We kijken er naar uit naar de Belgische vlaggen in de tribune van Jumping Mechelen. Ja. Maar we hebben altijd uitgekeken naar dit gesprek. Het is ons 200% meegevallen. Ik hoop voor u hetzelfde. Dat was perfect. Dat wist ik wel van tevoren. En een paar idioten aan tafel dat zitten, ja, dan komt de Basel. Is zo. Mooi. Dank u wel. Fijn dat jullie er waren. Het was een genoegen. Voor iedereen en vooral ook voor de luisteraars, fijne kerstdagen. Geniet van Mechelen en gelukkig nieuwjaar. Voilà. Als we ooit nog eens, als jij niet kan of ik kan, ja, dan nodig ik hem. Super. Iedereen, dank je wel voor het kijken. Tot de volgende keer. Bye-bye.